Allemaal hartelijk welkom bij Complot deel 2. Dat is belangrijk, het is een deel 2. Waarom een deel 2? Nou, ik vond het belangrijk. Deel 1 heb ik in de afgelopen 2 jaar heb ik 75 keer gespeeld in alle theaters van Nederland. Is gezien door ongeveer 11.000 mensen in het theater. Daarna heb ik hem op YouTube gezet en daar is hij 204.000 keer bekeken. En wat ik vooral heel erg leuk vind, daar kwam ik vandaag achter toen ik wist, toen ik hoorde hoe die statistieken werken. Van die 204.000 zijn er 2/3 is tussen de 25 en 34 jaar. 140.000 mensen. En dat is heel erg belangrijk. Want in dit geval moeten we het hebben over de jeugd, de volgende generatie. Ik zeg altijd 9/11, mensen zeggen heel vaak, dat is 18 jaar geleden, man, wat wil je nou met die oude meuk? Nee, 9/11 gaat niet over ons verleden, 9/11 gaat over onze toekomst. En daarom doe ik dit. En daarom is het heel belangrijk. Dat grote aantal views op YouTube afgezet tegen het wat minder aantal in de zalen, dat heeft natuurlijk, aan de ene kant zegt het dat het onderzoek, dat het onderwerp heel erg leeft bij mensen. Het is veel belangstelling voor. Maar aan de andere kant vinden mensen het toch veiliger om het met de gordijnen dicht op de bank, onder de dekens, met een pruik op en een zonnebril te bekijken. Dan dat je in het openbaar daar een kaartje verkoopt en voor iedereen zichtbaar in een theaterzaal gaat zitten. Dat zegt het ook dus. Ik vond het belangrijk om met deel 2 te komen, want ik wil dat vliegwiel dat op gang is gekomen, hernieuwd vraag naar nieuw onderzoek naar 9/11, dat vliegwiel moet aan de gang blijven. En er is heel veel aan de hand. Het laatste jaar zijn dingen in een stroomversnelling gekomen. Daar ga ik jullie vanavond het een en ander over vertellen. Dus ik moet even weten, wie van jullie heeft Complot deel 1 of in het theater of op YouTube gezien? Oké, dat is heel mooi, hartstikke goed, 80%. 80%. Dat wil zeggen dat we 20% in de zaal hebben die dat niet hebben gezien. Dan vraag ik van de 80% een beetje medewerking. Maar dat kan, hè. We zijn een open westerse democratie. En een democratie, dan houdt de meerderheid altijd rekening met de minderheid. Dat is een gezonde democratie. Het is niet de macht en de dictatuur van de meerderheid. Nee, we houden rekening met de minderheid. Dus ik zal vanavond af en toe iets moeten herhalen uit Complot deel 1. Om het cement in de avond te houden en om die 20% nieuwe mensen bij de les te houden. Dus, alvast excuus daarvoor. Ik ga deze avond heen en weer springen tussen 18 jaar geleden. Ik kom met allerlei weer andere informatie over wat is daar toen gebeurd op 9/11. Wat is de officiële lezing geweest? Welke andere vragen kunnen we daar ook bij stellen dan we al gesteld hebben in Complot deel 1? En dan spring ik naar nu. En dan vertel ik over die hoopgevende nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. En in de vraag naar een nieuw onderzoek, naar 9/11. Zo gaan we het een beetje in elkaar zetten. Hou je mobiele telefoon aan. Die mag aan, die moet aan. Hou wel je beltoon op stil. Want het is een interactieve avond. Hè. Je mag mij de hele avond door onderbreken. Dat werkt echt het beste. Ik heb nu deel 1 en deel 2 bij elkaar zo 120 keer gespeeld. En het werkt het beste als jullie, als je daar behoefte toe gevoeld, je vinger opsteekt en zegt, ja maar ho, ik heb gelezen dat. Of ja maar ik denk dat. Of zou het niet kunnen dat. Ik zeg dat ook uit gezond eigenbelang. Want ik heb heel veel geleerd van kennis die bij jullie aanwezig is. Hè, ik heb piloten in de zaal gehad, brandweerlieden, bouwkundig tekenaars, architecten. En die hebben mijn kennis steeds aangescherpt. Of die hebben zelfs foutjes bij mij eruit gehaald. Want ik ben ook maar een mens. Dus ik maak ook vergissingen. Dus voel je vrij. Hou dan je smartphone ook aan, want je kunt mij, ik ga allerlei dingen beweren. Het is een college, ik doe aan kennisoverdracht. Ik ga dingen beweren en dan kun jij soms denken, en nou lul je uit je nek. En dan pak je je mobiele telefoon en dan ga je controleren wat ik heb gezegd. En dan kan je mij dus gedurende de avond af en toe met het schaambrood op mijn kaken een nederlaag laten leiden voor hier 220 mensen. En dan is het jouw finest hour, want dan heb je mij ontmaskerd. Ik moet je er wel bij zeggen dat het in de 120 keer tot nu toe nog nooit is gebeurd. Meestal backfired het en komt het als een boemerang keihard in je eigen gezicht terug. Want dan heb ik toch een snedig weerwoord. Oké. Ik begin gelijk in de actualiteit. Het afgelopen jaar zijn er een aantal nieuwe dingen uitgekomen. Boeken. En daar wil ik er even 3 van laten zien. Die zijn heel erg belangrijk. De eerste is naar aanleiding van een speelfilm. Die was tot
anderhalve week geleden hier nog in de bioscopen te zien. Die heet The Report. En dan zie je niet echt The Report, want in het midden is er een woordje doorgelakt in het rood. Daar staat The Torture. The Torture Report. Dit is een speelfilm. Adam Driver speelt de hoofdrol. Het is een beetje All the President's Man. Het is waar gebeurd. All the President's Man ging dan over het Watergate-schandaal. En dit gaat over een jonge senaatsonderzoeker. En die moet een onderzoek doen naar of de CIA wel de waarheid heeft gesproken bij hun rapportage. Wat hebben ze gedaan met de gevangenen die ze allemaal vast hebben gezet na 9-11. Zoals je misschien weet, de Amerikaanse overheid heeft 119 mensen gevangen gezet na 9-11. En dat is een heel raar getal. Zie het eens even voor je. Waarom nou weer 119? Nou ja. Dit is uitgebracht, dit boek, naar aanleiding van de speelfilm. Want dit is de samenvatting van het Senaatsrapport zoals het echt historisch is geschreven. Maar, en dat is hartstikke actueel, hoe wordt zo'n officieel Senaatsrapport dan de wereld ingestuurd? Nou zo. Moet je even kijken. Weet je nog wat die mensen die verdacht waren van de fraude van de kinderopvangtoeslag? Zo wordt zo'n rapport uitgebracht, met de helft van de regels zwart gelakt. Dit is heel belangrijk, en ook deze speelfilm, want wat heeft de CIA gedaan met die 119 mensen na 9-11? Die hebben ze vastgezet op black spots. Dat waren geheime gevangenissen. Niet op Amerikaanse bodem, maar juist ergens anders. Misschien ook wel in Nederland, dat weet je niet. We weten dat er in Polen geheime gevangenissen waren, in Roemenië, Bulgarije. En dat was natuurlijk omdat ze dan met die mensen konden uithalen wat volgens de Amerikaanse wet niet mag. Klein voorbeeldje. Ze noemen het zelf de CIA Enhanced Interrogations, aangepaste verhoortechnieken. Maar als je dat over de Geneefse conventie heen zou leggen, dan is het gewoon marteling. Een klein tipje van de sluier uit dit rapport. Ze hebben op een gegeven moment te pakken een van de eerste, meneer Zubaida. En meneer Zubaida, denken ze, daar hebben we een grote vis. Dat is de assistent van wie ze ook te pakken hebben, Khalid Sheikh Mohammed. Khalid Sheikh Mohammed, die zit nu al 16, 17 jaar vast op Guantanamo Bay. En de Amerikaanse regering heeft gezegd, een maand geleden, we gaan in 2021, denken we, beginnen met het proces tegen Khalid Sheikh Mohammed. Dat werpt bij mij vanavond de eerste vraag op. Als de officiële lezing zo duidelijk was, waarom 20 jaar wachten met het proces? Dan klopt daar iets niet. Maar goed, ze denken, meneer Zubaida, die hebben we te pakken in maart 2002. Dat is een grote vis. Die werd gevangen gezet, 30 dagen lang. Wat was zijn cel? Een kist. Een doodskist. Daar werd hij 30 dagen lang in vastgehouden. In de kist klonk 24/7 keiharde rockmuziek. Slapen werd hem onmogelijk gemaakt. Af en toe kreeg hij zijn eten en drinken rectaal toegediend. 4 keer per dag mocht hij eruit, werd hij gewaterboord. Wat is waterboarden? Dat klinkt heel onschuldig. Je wordt op je rug op een plank gebonden. Dan krijg je een doek over je gezicht en dan gieten ze water op die doek. Nou, het lijkt niks, maar het is een van de afschuwelijkste ervaringen die je als mens kan meemaken. Het is een schijnverdrinking. Je denkt echt dat je verdrinkt, dat je stikt. Khalid Sheikh Mohammed is trouwens 168 keer gewaterboord. Maar meneer Zubaida, na 30 dagen zei de CIA, nou weten we zeker dat we deze methodes moeten toepassen, want ze zijn uitermate effectief. Want nu kunnen wij zeggen, na 30 dagen deze behandeling, dat meneer Zubaida echt heel weinig weet. Dus, dat zijn onze NAVO-partners in het Westen. Dat is dit boek, The Report. Heel belangrijk. Dan, een ander boek. En nou zie ik heel veel mensen wit wegtrekken en de arm van hun buurman vastgrijpen. Want zo'n dik boek hebben jullie bijna nog nooit gezien. Dit is 950 pagina's, geschreven door David Icke. Het heet The Trigger. En David Icke is een beetje de godfather onder de complotonderzoekers. Die is een oud profvoetballer in Engeland, oud sportcommentator. En die doet al 40 jaar onderzoek naar de macht achter de macht. Die bracht dit uit 2 maanden geleden op 9-11. En hij zegt, dit is de Bijbel over alles wat er niet klopt aan de officiële lezing. Dit is onwaarschijnlijk gedetailleerd. En het is nogal droge kost. Ik ben zelf druk met deze voorstelling de afgelopen 2 maanden. Dus ik ben nog maar hier. Het meeste wat erin staat komt mij bekend voor. Maar het is waanzinnig gedetailleerd. Dus je moet echt al het een en ander weten en behoorlijk fanatiek zijn. Wil je hier doorgaan worstelen. Maar dan het derde boek.
En nu gaat een zucht van verlichting door de Lamar. Want oh, gelukkig, hij komt met een dun boek. Dit is het belangrijkste boek. Dit heet 9/11 Unmasked. En het is geschreven door ja, eigenlijk de belangrijkste 9/11 onderzoeker die er op deze aardbol rondloopt. Dat is David Ray Griffin. Die heeft dit samengeschreven met Elizabeth Woodworth. Maar David Ray Griffin, dat is echt een held. Hij is 84 jaar. Het is een professor in rusten in de theologie in Amerika. En zijn reputatie is boven iedere twijfel verheven. Vriend en vijand zijn het daarover eens. Het is een uitermate integere man. Je moet hem een beetje vergelijken. Het is de Amerikaanse Jan Terlouw. Nou, integerder bestaat niet. Dat is David Ray Griffin. Die heeft in dit boek samen met 23 wetenschappers van naam en faam, hebben ze 51 bewijspunten verzameld, waarbij het echt wetenschappelijk is vastgesteld, hier klopt de officiële lezing van 9/11 niet. Dat hebben ze echt peer-reviewed, wetenschappelijk aangepakt. Alle 25 mensen moesten bewijspunt voor bewijspunt door. Als er één van hen ook maar lichte twijfel had bij één punt, werd dat terzijde gelegd. Nou, dit is zo'n belangrijk werk dat die andere belangrijke actiegroep, de Lawyers for a New 9/11 Inquiry, op Manhattan afgelopen mei een petitie hebben aangeboden aan het Department of Justice of the Southern District of Manhattan. En naar aanleiding van dit boek eisen ze nu een special grand jury. Zij willen dus dat een special grand jury zich hierover gaat buigen. Wat is een special grand jury? Dat kennen wij niet. Dat is Anglo-Saksisch rechtssysteem, hè? Dan word je als burger uitgeloot, dan moet je in een jury gaan zitten. En die moeten dan in een paar weken tijd zich hierover buigen. En als zo'n jury dan zegt, ja, dit snijdt hout, dan is het departement van justitie verplicht om hier een rechtszaak aan te gaan verbinden. Om daarmee te gaan beginnen. Zo'n special grand jury is in het geheim. Het diepste geheim, dat is niet voor niks. Want als een grand jury zegt, nee, dit vinden we toch te dun, dan komt er geen rechtszaak en dan zijn er niet op voorhand al mensen onterecht beschuldigd van een of ander. Het departement van justitie op Manhattan heeft een antwoord gegeven en hebben gezegd, ja, oké, dat gaan wij doen. Daar was men nogal verbaasd over. Alleen heel slim, ze hebben er niet bij gezegd wanneer. Dus die Lawyers for a New 9/11 Inquiry hebben nu afgelopen 5 december een klacht ingediend, want nu eisen ze, wij willen nu ook weten wanneer. En daar is het departement van justitie ook weer verplicht om daarop te antwoorden. Dit is dus heel belangrijk. Koop dit bij bol.com, 9/11 Unmasked. Want dan weet je eigenlijk alles wat je moet weten. Nou, dat waren een beetje hele recente ontwikkelingen. Dan, conspiracies. Net als bij deel 1, ik vind het leuk om de avond een beetje licht te beginnen. Ik zie heel veel serieuze gezichten, het is een heel serieus onderwerp, maar conspiracies, het is ook heel erg leuk. Ik ga jullie 3 hele leuke conspiracies vertellen. Die kan je een hele avond zoet meebrengen op je zolder, achter je computer. En hartstikke leuk, heel spannend. Daarna vertel ik een 4e. En die is heavy. Want dat is een conspiracy die uiteindelijk helemaal waarheid is gebleken. En die heeft 40 jaar gewoekerd door heel Europa. Heeft tientallen dodelijke slachtoffers opgeleverd, terroristische aanslagen, honderden gewonden. En iedereen die daar vragen over stelde toen het bezig was in Europa, werd weggezet als, dat is conspiracy denken, dat is, je bent een samenzweringsdenker. Pas in 1990 moesten alle regeringen het toegeven, dit heeft bestaan. Maar goed, dat is de 4e. We beginnen leuk. 3 conspiracies. De eerste, dat is deze. Je kent allemaal het verhaal van de Titanic. He, mooi verhaal, dramatisch, he, de grootste state-of-the-art oceaanstomer. Allemaal rijke mensen erop, ijsberg, Kate Winslet. Oh. Wat heel weinig mensen weten, is dat er 2 Titanics waren. En, leerde ik 3 weken geleden van iemand uit de zaal, er zijn er 3 geweest. Maar, ik heb maar een foto met 2, dus ik hou het even op 2. Naast de Titanic had je het zusterschip de Olympic. Want JP Morgan, dat is de ultra-rijke bankier die ook reder was, die wilde dan die grootste oceaanstomer bouwen, maar die dacht, nou laat ik 1 ontwerpen, laat ik gelijk 2, of misschien wel 3, bouwen. Dat drukt de kosten. Dus hier zie je ze liggen, de Olympic en de Titanic. Ik weet niet wie is, want ze waren identiek. Maar de Olympic was iets eerder klaar. Daar gingen ze mee proefvaren op de oceaan en dat ging hartstikke goed. En ze komen ermee terug in de haven en vlak voor de haveningang worden ze opeens keihard van achteren aangevaren door een heel snelvarend marineschip.
Enorme klap. De marine gelijk door de marifoon. Ja, wij zijn de marine. Jullie moeten uitkijken. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid. Nou, ze weten de Olympic in de haven te krijgen. In het dok. Ze leggen hem droog. En ja hoor, er zit een enorme scheur in de achtersteven. Nou, die wordt met mannenmacht dichtgelast. Platen erop. En weer proefvaren. En ze gaan ermee de zee op. En de ramp is compleet. Hij vaart uit zichzelf niet meer rechtdoor. Als je het roer loslaat, gaat hij zo'n andere kant op. Dat wil zeggen, de kielbalk, die kaarsrecht onder een boot van de achtersteven naar de voorplecht moet lopen, die is krom getrokken door de klap. Hij is totaal los. Tot nu toe is het historie. Dit is allemaal waar. Dit kan je opzoeken. Dit is echt waar. Nu begint de conspiracy. JP Morgan, die schijnt zijn werfbazen bij elkaar geroepen te hebben en heeft ze gezegd, roep al het personeel bij elkaar, doe ramen en deuren van de werfkantoren dicht. Geef het hele personeel een aanbod. Jullie mogen allemaal 5 dagen overwerken. Je krijgt 4 maal je normale salaris. Maar dan moet je een papier ondertekenen dat je het werk van die 5 dagen in het geheim doet. Je mag zelfs je vrouw en kinderen niet vertellen. Heel veel mensen hebben daar gehoor aan gegeven. De werf ging op slot en in 5 dagen hebben ze de identiteit van de schepen verwisseld. De bordjes van de Olympic werden losgeschroefd. En die van de Titanic. En die werden verwisseld, weer vastgeschroefd. Dus al die rijke Amerikanen, die filmsterren en de mensen die de spaarpotten van hun kinderen hadden stuk geslagen voor een kaartje op die maiden trip van de Titanic, die scheepten zich in op de Olympic, die totaal los was. JP Morgan had een plan bedacht. Die had een aantal zeeschepen vooruitgestuurd, de oceaan op. Daar moesten ze blijven wachten. Dan kwam hij eraan met de Titanic, de Olympic. En dan zou hij een ongeluk organiseren, een ontploffing in de machinekamer, een gat in de romp. Dan zou het schip langzaam zinken en dan lagen die schepen toevallig in de buurt om iedereen te redden. Dan had je een scheepsramp, maar geen slachtoffers. En dat deed JP Morgan natuurlijk om de verzekering op te lichten. Als uit één keel klinkt het daar, want we zijn in Nederland, we weten allemaal hoe dat moet. Maar daar heeft die ijsberg dus roet in het eten gegooid. Die zat niet in het plan. Ja, of het was onze lieve heer, of Allah, die naar beneden keek en dacht, hey JP Morgan, hier ga jij niet mee wegkomen, mannetje. En die heeft gauw die ijsberg in de weg gelegd. Hele leuke conspiracy, duik erin een avond, hartstikke leuk. Wat er van waar is, ik weet het niet, maar spannend. De volgende, die is echt, ik hoop niet dat ik iemand voor het hoofd stoot, of iemand op zijn tenen trap, maar deze is echt heel leuk. Dat is de Flat Earth Movement. Die is heel erg leuk. Nou, er schijnen vrij veel mensen in te geloven. En die gaan ervan uit van, ja, de aarde een bol, wat ons al eeuwen wordt voorgeschoten, dat is helemaal niet waar natuurlijk, kan het niet. Een bol, de aarde is een ronde, platte schijf. En de Noordpool is het middelpunt en de Zuidpool is de rand. Met een ijsmuur eromheen. En als je daar overheen zou klimmen, zou je eraf vallen. En het firmament is een soort koepel eroverheen. Nou, er zit vrij veel geld bij die beweging, want er zijn allemaal gelikte video's. Die zijn leuk om te zien. Dan hebben ze allemaal wetenschappelijke bewijzen dat het echt een platte aarde is. Het is ook heel actueel, want, hartstikke leuk, 6 weken geleden waren ze met z'n allen in Amsterdam. Ze waren hier. Ze hadden hun jaarcongres in de OBA, naast het Centraal Station aan het IJ. Er waren 150 flat earthers van over de hele wereld bij elkaar en die hebben elkaar daar 3 dagen lang zitten bevestigen. Het begon al bij het ontbijt. Van, denk jij dat die plat is? Ja, natuurlijk is die plat, man. Kijk naar de buiten, dat ei, dat is helemaal plat. Ja, je hebt ook gelijk, ook, hij is ook plat. Nou, dat hebben ze 3 dagen gedaan, dan gingen ze allemaal weer naar huis. En de maandag daarop, de Volkskrant heeft de 3e pagina, hele pagina, over dat congres. En ik heb een abonnement op de Volkskrant, dus ik zat dat die maandagochtend met een kopje koffie en zo'n grijns op mijn gezicht, zat ik dat te lezen. Totdat ik me plotseling verslik in mijn koffie, van schrik. Mijn naam staat daartussen. Hé? Er staat niet. Maar er staat namelijk. Dit is net zoiets als Jos van Houts die gelooft dat 9-11 niet door de kapers is gedaan. En dat John F. Kennedy niet door Lee Harvey Oswald is doodgeschoten. Dus. Er staat niet dat ik daarin geloof, die Flat Earth Movement. Er staat ook niet dat ik daarbij was bij dat congres. Ik sta er gewoon tussen. En dat is zo'n tactiek van de mainstream media. He, dan maken ze je guilty by association. He, dan blijft er toch iets kleven van die rare flat earthers bij. En jouw naam, dat linken mensen aan elkaar. Ik heb een brief gestuurd aan de journalist Sander van Walsum. Is hij hier? Nee.
En aan de hoofdredactie. Maar ik heb geen antwoord nog gekregen. Maar dat kan nog komen. Mensen hebben het druk. Flat Earth Movement. Is hartstikke leuk. Duik erin. Hartstikke leuk. Dan de derde. Die is echt spannend. De maanlanding. Oh, die is echt spannend. Ja, want het is mijn, dat is echt mijn sterkste jeugdherinnering. Ik was 11 jaar. We waren met het gezin op vakantie. In Bad Kreuznach, Duitsland. En ik was 11 jaar. Ik word midden in de nacht door mijn vader ruw wakker geschud. Mijn broer ook, mijn zusjes ook. Moesten allemaal kamerjas aan en moesten naar beneden, naar tv. En dan kregen we een kop warme chocolademelk met een vel. En dan moesten we, zei mijn vader, dit is de belangrijkste nacht van je hele leven. De eerste mens op de maan. Nou, wij allemaal zwart-wit, veel sneeuw in beeld, kijken. Dus dat zit in mijn systeem gegrift als herinnering. Dat is belangrijk, door die vel. Maar die conspiracies, mensen, die zeggen, we zijn helemaal nooit op de maan geweest. Dat kan helemaal niet. Belangrijkste reden, de mens kan niet door de Van Allen belts heen. De Van Allen belts, dat zijn ringen met straling om de aarde heen, tussen de aarde en de maan. En daar kan je als mens niet levend doorheen. En ze hebben ook wel rare verhalen erbij. Want ze zeggen, wat jij als 11-jarig jongetje hebt gezien, daar midden in de nacht, met die vel, dat is opgenomen in een filmstudio door niet de eerste, de beste filmregisseur. En ze noemen daarbij Stanley Kubrick. Zij zeggen, dat is de man, die was toen bezig met een beroemde soort science fiction ruimtevaartfilm. Om die op te nemen, dat was 2001 A Space Odyssey. En op de set heeft hij daar 's nachts of in het weekend in het geheim de maanlanding gefilmd. En daar zijn aanwijzingen voor, want er is op YouTube een filmpje. Daar zit Stanley Kubrick een paar weken voor zijn dood. Oude man, bos haar. En die zegt, ik schaam me dood al 50 jaar, want ik heb in het geheim ooit de maanlanding gefilmd. Had ik nooit mogen doen. Ik schaam me kapot, maar ik kon het niet. Nou ja. Ziet er authentiek uit, maar dat filmpje was nog niet verschenen. Of zijn dochter, de jonge mevrouw Kubrick, die staat op en die zegt... Ho, dat is mijn vader niet. Wat ze daar dan precies mee wil zeggen, dat moet je ook nog maar even bedenken. Maar goed, er zijn ook, zeggen deze conspiracy mensen... in de films van Stanley Kubrick rare aanwijzingen... alsof hij ons iets wil vertellen, maar het niet kan... en dus dat via filmtaal probeert te doen. Ik ga je een hele opmerkelijke laten zien. Die zit in The Shining. The Shining is een doodenge film. Heb je allemaal gezien? 70e jaren, Jack Nicholson is een romanschrijver. Die gaat met zijn vrouw en zijn zoontje van 6... gaan ze buiten het seizoen op een leegstaand hotel passen. Helemaal verlaten, niemand in de buurt. En Jack Nicholson die gaat zijn roman schrijven. Wordt knettergek, maar dat weet zijn vrouw niet... want die is in de keuken bezig en gedoe allemaal. En de jochie gaat op zijn driewieler door die leegstaande gangen. En het loopt verschrikkelijk af. Het loopt helemaal uit de hand. Er gaat een deur stuk en een bijl. Ach, verschrikkelijk. De schrijver van dat verhaal is Stephen King. Stephen King is misschien wel de belangrijkste thrillerschrijver van de Engelstalige literatuur. En die was heel erg trots dat Stanley Kubrick zijn verhaal zou gaan verfilmen. Maar hij raakte een beetje geïrriteerd toen hij het script onder ogen kreeg. Want Stanley Kubrick had daar allemaal kleine details in veranderd. Die niks met de plot te maken hadden. Waarvan Stephen King zei, wat doe je nou man? Laat het nou gewoon intact. Nee, zei Kubrick, ik maak de film. Dus ik verander dat. Nou, ik laat je er één zien. Heel opmerkelijk, dat jochie op zijn driewieler... heeft bij Stephen King de ene dag een rood truitje aan... de andere dag een blauw truitje. Dat doet er niet toe. Maar bij Stanley Kubrick heeft dat jochie opeens... een wel heel specifiek truitje aan... Look at Danny's sweater. There is an image of a rocket on it. Not just any rocket, a very special one. Danny begins to stand up. The rocket is beginning to lift off. Look at the name of the rocket on the sweater. And the name is Apollo. More specifically, Apollo 11 USA. Danny Stanley Kubrick is the Apollo 11 mission.
Nou, dit is wel een heel specifiek truitje. Waarom laat je dat nou, de kostuumafdeling van de filmmaatschappij, dat zo kunstig in elkaar breien? Daar heb je dan een bedoeling mee. Dus die conspiratiemensen zeggen, je moet via Danny die film bekijken. Want die leidt je langs allerlei aanwijzingen. Die Danny die gaat ook op een gegeven moment in het verhaal een hotelkamer in. Dan wordt hij mishandeld. Hij komt eruit, dan is zijn trui gescheurd en dan praat hij niet meer. Dat is heel eng. En bij Stephen King is dat kamernummer 206. En Stanley Kubrick heeft dat kamernummer veranderd in 237. En Stephen King werd echt helemaal gek ervan. Die heeft zichzelf van de titelrol laten halen van de film. Hij zegt, dit is mijn verhaal niet meer. Waarom nou weer 237? Nou, zoek het maar op je smartphone. Dat is precies de afstand tussen de aarde en de maan. 237.000 mijl. En dan moet je zeemijlen denken, hè? 1,8 kilometer. Wat is dit? Nou ja, goed. Kijk ook naar het hoteltapijt. Bij Stephen King is dat gewoon een rood, effen hoteltapijt. Stanley Kubrick heeft dit laten maken en neer laten leggen. En dat patroon is heel specifiek. Dat is namelijk het lanceerplatform op Cape Canaveral. Nou ja, kijk die film nog maar eens een keertje. En er zitten tientallen aanwijzingen in. Kleine, grote, als je ze wil zien, zeg eens iets. Mijn herinnering als 11-jarig jongetje is nog niet onderuit te halen. Door die vel. Dus, tot 19 juni van dit jaar. 19 juni van dit jaar komt mijn grote held, dat is de Italiaanse documentaire filmer Massimo Mazzucco, uit met een film. Massimo Mazzucco is mijn held, want hij heeft in mijn ogen de beste 9-11 documentaire ever gemaakt. 9-11, A New Pearl Harbor. 5,5 uur, ga die zien, is waanzinnig goed. Die komt op 19 juni uit met deze film. American Moon. Een 3,5 uur durende documentaire. Maak maar een foto van het scherm met je smartphone. Als je bang bent dat je het anders vergeet. Want dit moet je gaan zien. Dit heb ik gezien. Tweede week van juli. Ik was met mijn vrouw in Zuid-Frankrijk. We hebben er 2 avonden over gedaan. En sinds ik deze film heb gezien, twijfel ik aan alles. Dit is waanzinnig. Hij spreekt hier in deze documentaire met mensen die allemaal betrokken waren bij het Apollo-project. Komt met, nou ja, echt, ga hem zien. Dit is echt waanzinnig. Oké, dit zijn de 3 leuke conspiracies. Nou kom ik met de 4e. En dat is serious shit. Dat speelt zich af in Europa. Het begint in 1960 in Italië. Europa is kalm, iedereen is aan de wederopbouw bezig. De eerste welvaart begint weer te groeien. En opeens in Italië terroristische aanslagen. Gruwelijk. De Piazza Fontana, een bankgebouw, wordt opgeblazen. Met personeel en klanten erin. 10 doden, gewonden. Italië schrikt zich een hoedje. Wat is hier aan de hand? Nou ja, de juridische onderzoeken gaan beginnen. En de kranten staan gelijk vol met, ja, we moeten maar eens links. Die linkse actiegroepen, die zitten hierachter. De Brigata Rosso. Andere mensen zeggen, moeten we niet ook dan ultra-rechtsers gaan bekijken? Nee, je moet links, zal erachter zitten. Onderzoeken lopen dood. Een jaar later worden er politiewagens op de snelweg opgeblazen met agenten erin. Gruwelijk van een wreedheid. Nou, weer die onderzoeker, Brigata Rosso, wordt niks gevonden. Dan zijn er een aantal onderzoeksjournalisten in Europa en die beginnen stukken te schrijven van, hey, dit begint een beetje te lijken op a strategy of tension. A strategy of fear. Strategie van de angst. Dat is een bekende tactiek uit de wereldgeschiedenis. Die machthebbers toe gaan passen als ze hun eigen volk niet meer vertrouwen. Als ze bang zijn dat ze de steun verliezen. Wat doen ze dan? Dan plegen ze gruwelijke aanslagen op hun eigen volk. Geven daar meteen hun tegenstander de schuld van. In de hoop dat de bevolking, geschokt door die aanslagen, bang wordt van die tegenstander en de machthebber trouw blijft. En de volgende verkiezing weer op de machthebber gaat stemmen. Dat is een bekende tactiek. Worden weggehoond die onderzoeksjournalisten met, jongen, we hebben net de Tweede Wereldoorlog achter de rug, we zijn open westerse democratieën, dat is conspiracy denken wat jullie doen. Maar goed. Dan in 1980, deze aanslagen gaan echt door, hè? De 60er, 70er jaren. Dan vindt het zijn dieptepunt in 1980, augustus. Ik kan het me nog herinneren als de dag van gisteren. Kijk maar even. Yet this was not the end of the strategy of tension.
Over the following decade, the Italian people were tormented by a series of terrorist attacks. The violence reached a climax in August 1980 with a bomb at Bologna station that killed 85 and left over 200 injured. Convicted terrorist Vinci Guerra believes that ultra-right groups such as his own were manipulated by the state. De laatste moet je even onthouden. Maar ik herinner het me, ik was 22, ik zat hier in Amsterdam in de tweede van de toneelschool. En ik herinner me de krantenkoppen. Die waren allemaal aanslag, treinstation Bologna, 85 doden, Brigata Rosso, Brigata Rosso. Dat er uiteindelijk een neonazistische groep voor is veroordeeld. De hoofdman heet Vincenzo Vinci Guerra. Die zit nu nog in Milaan zijn levenslange gevangenisstraf hiervoor uit. Dat stond hier niet in de krant. En deze Vincenzo Vinci Guerra zei in de rechtszaal... ja, wij hebben al deze aanslagen gepleegd, maar wij werden hiertoe aangezet. Wij kregen wapens, wij kregen geld, wij kregen hier opdracht toe van een macht achter de macht, achter de regering. Nou, hij werd in zijn gezicht uitgelachen in de rechtszaal. Ja, haha. Dat zou ik ook doen als ik van zoiets zwaars beschuldigd werd. Iets verzinnen om mijn schuld te verminderen. Werd niet geloofd. Maar dan komt het naar Duitsland. Dit was augustus 1980. Oktober 1980. Een gruwelijke aanslag in Duitsland. Op de Oktoberfesten in München. Midden in de feestende menigte ontploft er een gigantische bom. Tientallen doden, gewonden. Heel Europa schrikt. En er wordt gelijk gezegd, oh ja, we gaan onderzoeken. Links, links, Baader-Meinhof-groep, Rote Armee-fractie. Komt niks uit. Ja, forensisch onderzoek wijst erop dat de springstof, heel vreemd, een puur militaire oorsprong heeft. Maar goed, het loopt dood. Ja, een paar jaar later wordt er een neonazistische boswachter vastgezet. Heinz Lemke. En Heinz Lemke zegt, ik heb last van mijn geweten gekregen. Ik ga verklaren. En die begint een sprookje te vertellen. Hij zegt, ik ben lid van een geheim ondergronds leger. En ik weet wel... 30 geheime wapenopslagplaatsen begraven in de Duitse bossen. Maar, hij zegt, hij zit dan in voorarrest, morgen ga ik man en paard noemen. Want ik wil het van mijn geweten af hebben. Die nacht wordt hij gevonden, heeft hij zichzelf opgehangen in zijn cel. Epstein. Onderzoeken lopen dood. In Duitsland. Dan komt het naar België. Tussen 1983 en 1985, 16 aanslagen. 28 doden, tientallen gewonden... Aanslagen, altijd op dezelfde manier, komt een auto aanscheuren, springen 4 gemaskerde mannen uit met automatische wapens, beginnen te schieten op alles en iedereen wat beweegt. Vrouwen, kinderen, bejaarden, maakt niet uit. Als de magazijnen leeg zijn, scheuren ze weer weg. Ze stelen niks. Ze maken nooit iets buit. Het is puur het zaaien van dood en verderf en angst. Wij kennen die zaak onder de Bende van Nijvel. En dat is raar, want die zaak is tot op de dag van vandaag nooit opgelost. 16 aanslagen, zoveel gewonden, zoveel doden. Er moet toch ergens een spoor zijn? Ja, af en toe flikkert er een beetje hoop op. Vorig jaar was er een man in België die zei, ja, mijn broer is overleden. En die heeft op zijn sterfbed gezegd, ik was een van de Bende van Nijvel. Dus heel België leefde op van, hey, misschien hebben we nu weer een spoor. Maar dat is ook weer doodgelopen. Raar. Ja. In de 90er jaren hadden ze opeens een oud rijkswachter vastgezet. Kapitein Latinus. En die zei, ik ga verklaren over de Bende van Nijvel. Want het zit hoog in de rijkswacht, achter de regering. Ik ga morgen vertellen hoe het in elkaar zit. Die nacht wordt hij gevonden, in zijn cel, gewurgd met een telefoonsnoer. Even voor de jongeren onder ons, vroeger had je een snoer aan je telefoon. En dat hing meestal in de gang. En dan moest je naar de gang om je telefoon en dan met zo'n snoer. Nou, met zo'n snoer was hij gewurgd. Onderzoek loopt dood. Dan komt het naar Nederland. In 1986 vinden kinderen die ondergrondse hutten willen graven op de Veluwe, die vinden bij het graven kisten met wapens. Huh? En niet zomaar, nee, nagelnieuw. Mitrailleurs in vetvrij papier, dozen met munitie, springstoffen, kneedbommen, semtex, granaten, maar ook bare goud en cashgeld. Nou, die ouders die schrikken zich wild, die gaan ermee naar de politie. De politie schrikt nog harder, die kruipen allemaal onder het bureau van schrik. En zeggen, ja, wat is dit nou, wij weten het ook niet, we gaan onderzoek doen. Ouders horen niks meer. Tot een jaar later, mensen helemaal in het noorden van het land, Noord-Groningen, Friesland, amateurarcheologen, die zijn met van die metaaldetectoren op zoek naar oude Romeinse munten. Die hebben, dat is een hobby.
En die weten helemaal niet dat de Romeinen nooit boven de Rijn zijn geweest. Dus... Maar goed, die hebben een leuke hobby. En die stuiten opeens op identieke kisten als op de Veluwe. Met dezelfde inhoud. Dus gaan er ook mee naar de politie. De politie schrikt ook. Die zegt, oh, dat lijkt wel als toen op de Veluwe. We gaan een onderzoek doen. We horen er niks meer van. Ondertussen gaan al die journalisten door met af en toe schrijven van, hé, er is in Europa iets aan de hand. Een soort geheime organisatie. Maar goed, die worden weggehoond als conspiracy gekkies. En dan in 1990 komt premier Andreotti eindelijk met de waarheid. In het parlement, in Italië, doet hij een bekentenis. Hij zegt, ik weet van niks, maar wij hebben hier in Italië een geheim leger. En het heet Gladio. En het is verschrikkelijk, het is heel erg wijdverbreid. Ze hebben beschikking over geld en wapens. Wat hierachter zit, weet ik niet. Maar hij zegt, delen van Gladio zijn in handen gevallen van ultra-rechts. Die hebben dus, onder leiding van die Vincenzo Vinciguerra, die dus gelijk had, al die aanslagen gepleegd om links daarvan de schuld te geven, zodat Europa rechts zou blijven. Nou, dat, als domino-stenen die elkaar omtikken, komt het in heel Europa boven water. Ook in Nederland. Premier Lubbers, Ruud Lubbers, moet in 1990 met zijn billen bloot. En het is gênant. In de Tweede Kamer. Hij duikt met zijn hoofd in de papieren. Naast hem zit Relus ter Beek, de minister van Defensie, eigenlijk verantwoordelijk. Die met zijn hand voor zijn gezicht van gêne. Want ze krijgen op hun lazer van Ria Bekkers. Ria Bekkers, dat is de fractievoorzitter van de PPR. Linkse partij. Je moet daar een beetje vergelijken met de Femke Halsema van toen. Maar dan met een prettige stem en leuk haar en leuke kleren. Ons probleem is dat er al 40 jaar lang een eigenstandige organisatie bestaat met een inlichtingen- en een verzetstaak die op geen enkele manier aan parlementaire controle is onderworpen. Die bewust voor dat ene deel buiten de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten is gehouden en waarvan we maar moeten raden of de minister-president er zelf enige vat op heeft. Nou, dit was gênant. Gênant in een open westerse democratie, 1990, dat wij ook in Nederland... In Nederland heette het geen Gladio, maar dienstoperaties en inlichtingen. Het kende honderden soldaten in het geheim. Dat waren allemaal oud-rechters, oud-marinemensen, oud-politiemensen, oud-legermensen. En die waren daar lid van. En die moesten één keer in de twee maanden een hele nacht oefenen in de bossen met die wapens. En dan moesten ze maar een smoes thuis vertellen, want zelfs een vrouw mocht het niet weten. Nou, gelukkig in Nederland is het niet in handen gevallen van ultra-rechts. Maar wel, die wapens zijn in handen gevallen van hele foute types. In 1990 waren die bekend, die foute types, onder hun bijnaam, het waren er twee, Spik en Span. Dat waren Sam Klepper en John Mierimet, vriendjes van Holleder. Zijn nu allebei geliquideerd. En die hadden delen van die wapens te pakken gekregen. En er zijn dus bankovervallen mee gepleegd, afpersingen, liquidaties, moordaanslagen. You name it. En, heel erg leuk, een paar van die wapens hadden ze later verstopt in een villaatje aan de Vinkeveense Plassen. En hadden ze gehuurd van een beroemde actrice. Katja Schuurman. Die wist van niks natuurlijk. Maar zo kan je onschuldig betrokken raken bij al deze enge dingen. Waarom vertel ik dit nou zo uitgebreid? Omdat de Gladio-affaire, die helemaal is gedocumenteerd, hè, door een inmiddels beroemde vriend van mij, de historicus Danielle Ganser, die is erop gepromoveerd. Deze hele affaire is bewezen, verklaard. Met alle uitwassen die het tot gevolg heeft gehad. Het bewijst dus twee dingen. Dat staatssamenzweringen of machten achter de macht bestaan. Dat die helemaal niet zo vergezocht zijn. En het tweede ding wat het bewijst is. Ik krijg altijd te horen, ja, 9-11, als dat verhaal niet klopt. Daar moeten toch honderden mensen van geweten hebben. Waarom heeft er dan nooit iemand zijn mond open gedaan? Nou, de Gladio-affaire bewijst dat er duizenden mensen in Europa hun mond hebben gehouden. Terwijl ze wisten dat het uit de hand liep in Italië of in Duitsland of in België. Blijkbaar kan de mens dat. Wat blijkt nou achteraf die Gladio-affaire? Dat komt uit NAVO-kringen. Het is bedacht in 1948 door de CIA en MI6. De MI6 is de buitenlandafdeling van de Engelse geheime dienst. Die hadden gedacht, weet je wat, als de Sovjet-Unie nou hetzelfde in zijn hoofd gaat krijgen als Adolf Hitler in 1939, dat ze Europa gaan bezetten, dan zijn onze staande legers misschien daar te zwak voor. Is het dan niet handig als we al een ondergronds verzetsleger klaar hebben liggen? Dus die zijn dat gaan uitrollen. En dat kan dus.
terwijl de bovenwereld van niks weet. Belangrijk. Gladio. Goed, jullie wachten wordt beloond. We gaan naar 9/11. We gaan meteen naar de actualiteit. Niet heel vers, maar toch 2,5 jaar geleden. We zijn vlak voor Hemelvaartsdag 2017 in Brussel. Zoals je misschien weet, in 2017 hebben we een nagelnieuw NAVO-hoofdkwartier daar gekregen. Ziet er een beetje uit als het Pentagon. Met allemaal ringen, hekken, bewaking en camera's. En daar wordt dit stuk verroest, verwrongen staal van een dieplader geladen. En ze hebben de kunstenaar een roestvrij stalen sokkel laten ontwerpen. En daar wordt dit ding opgehezen. Er wordt hier een monument op gericht. Nou, dat stuk verroest, verwrongen staal is een overblijfsel van een van de Twin Towers. Dus, hè, midden in Brussel, een 9/11 monument? Nou nee, het is officieel een artikel 5 monument. Het moet symboliseren dat artikel 5, dat 9/11 de eerste en enige keer is geweest dat de NAVO als verdragsorganisatie haar artikel 5 in werking heeft gesteld. En artikel 5 luidt, een aanval op één is een aanval op allen. Wat wil het geval? 12 september 2001 hebben Bush en Cheney alle NAVO-partners gebeld en hebben gezegd, wij zijn gisteren, jullie hebben het vast op tv gezien, aangevallen op eigen grondgebied. Het is verschrikkelijk, dat wij achten dat geen misdaad, maar een oorlogsdaad. Wij gaan nu de war on terror in. En we roepen artikel 5 in, dus jullie doen allemaal mee. Eerlijkheid gebiedt mij dat al die NAVO-ambassadeurs en regeringsleiders op de rem gingen staan. Ze zeiden, meneer Bush, meneer Cheney, we zijn een dag later. Hoe weet u dat allemaal zo snel? Die Osama Bin Laden en die 19 kapers. Dat gaat wel wat erg vlot. Heeft u daar misschien bewijzen van? En toen zijn Bush en Cheney naar verluid woedend geworden in die telefoongesprekken. Die hebben gezegd, hoe durven jullie? Na wat er gisteren bij ons op Manhattan is gebeurd. Hoe durf je het in je botte harsen te halen om bewijzen te vragen? Wij roepen artikel 5 in en je doet maar mee. En daar gingen wij als Nederland, samen genepen billen, gingen we Afghanistan in. Vrede en voorspoed en democratie brengen. Heeft ons 24 jonge Nederlandse levens gekost. De Washington Post kwam 4 dagen geleden met een heel groot artikel. 400 interviews met Amerikaanse legermensen, waaronder topgeneraals, die allemaal verklaren, wij hebben 18 jaar lang, want ze zitten er nog, niet geweten wat we daar deden. We wisten niet eens wie de vijand was. We wisten niet eens wat het doel was, wat we daar deden. En wij deden daar gewoon aan mee. Maar goed. Dit monument is natuurlijk onthuld. Is plechtig in gebruik genomen op Hemelvaartsdag 2017 door één, nou ja, inmiddels onze beste vriend. Thank you very much, Secretary General Stoltenberg, Chancellor Merkel, thank you very much. Other heads of state and government, I am honored to be here with members of an alliance that has promoted safety and peace across the world. Kijk, daar staat Mark Rutte. Prime Minister May, all of the nations here today grieve. Maar je ziet al die regeringsleiders, die NAVO-partners, die kijken allemaal erg sip. En dan kan je zeggen, ja, het was natuurlijk een plechtigheid en zo. Maar nee, de lunch hiervoor, een uur hiervoor, heeft Trump de hele NAVO op zijn falie gegeven. Trump heeft gezegd, jullie moeten allemaal 2% van je bruto binnenlands product gaan uitgeven aan wapens. En aan je defensie, want anders trekt Amerika misschien wel zijn handen van de NAVO af. 2%. Dus daarom kijken ze allemaal. Je ziet ze denken, Jezus, 2%. Jezus, 2%. Oh, 2% denken ze allemaal. Oh, hoe verkoop ik dat thuis? Goed, Trump zit hier in het officiële narratief. Dat was de war on terror en Osama Bin Laden en de moslims. Maar op 9/11 zelf hield hij wel andere mogelijkheden open. Hij is op 9/11 gebeld door journalisten. Want hij was natuurlijk deskundig in het neerzetten van wolkenkrabbers. Dus ze vroegen aan hem, meneer Trump, wat denkt u dat er aan de hand is? En toen reageerde hij toch wel iets anders. Donald, you're probably the best known builder, particularly of great buildings in the city. There's a great deal of question about whether or not the damage and the ultimate destruction of the buildings was caused
by the airplanes, by architectural defect, or possibly by bombs or aftershocks. Do you have any thoughts on that? Well, it was an architectural defect. You know, the World Trade Center was always known as a very, very strong building. Don't forget, that took a big bomb in the basement. Now, the basement is the most vulnerable place because that's your foundation. And it withstood that. And I got to see that area about 3 or 4 days after it took place because one of my structural engineers actually took me for a tour because he did the building. And I said, I can't believe it. The building was standing solid and half of the columns were blown out. I mean, so this was an unbelievably powerful building. If you know anything about structure, it was one of the first buildings that was built from the outside. The steel, the reason the World Trade Center had such narrow windows is that in between all the windows, you had the steel on the outside. So you had the steel on the outside of the building. That's why when I first looked, and you had big, heavy I-beams, when I first looked at it, I couldn't believe it because there was a hole in the steel. And this is steel that was, you remember the width of the windows of the World Trade Center, folks. I think you know, if you were ever up there, they were quite narrow. And in between was this heavy steel. I said, how could a plane, even a 767 or a 747 or whatever it might have been, how could it possibly go through the steel? I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously, because I just can't imagine anything being able to go through that wall. Most buildings are built with the steel is on the inside. Dus hij zei meteen op 9-11, want ik kan me niet voorstellen dat verkeersvliegtuigen door dat ultrazware staal van die kolommen zijn gevlogen. En hij zegt, en ik geloof al helemaal niet dat die verkeersvliegtuigen de oorzaak zijn geweest dat die gebouwen helemaal van de aardbodem zijn verdwenen. Ze moeten bommen erbij hebben gebruikt, dat kan niet anders. Ja, een week later zat hij al in het officiële regeringsverhaal. Oké, tot zijn verkiezingscampagne 2016 voor de presidentsverkiezingen heeft hij een aantal keren in zo'n vol stadion gezegd, als ik president word, ga ik de waarheid rond 9-11 naar boven halen. Hebben we hem nooit meer over gehoord. Tot 3 weken geleden. Let goed op. We hebben het allemaal gezien. Maar het gaat heel snel. Hij verspreekt zich. Je weet allemaal, 3 weken geleden was hij hartstikke trots, want ze hadden Baghdadi te pakken. Baghdadi was de IS-leider. Het was een dramatisch verhaal. Die hadden ze opgejaagd in een onderaards doodlopende gang. Die man had een bomvest aan en 3 kleine kinderen bij zich. En toen heeft het leger daar zo'n legerhond ingestuurd in die gang. En die hond is vorige week nog gehuldigd door Trump op het Witte Huis. En er was Baghdadi zo bang geworden, die heeft aan zijn koordje getrokken, is ontploft met die 3 kinderen. Trump staat daar 3 kwartier met de meest gruwelijke details over op te scheppen. Zo trots is hij op dit feit. En in die 3 kwartier maakt hij een verspreking. Of het is geen verspreking. Let goed op, het gaat snel. I wrote a book, a really very successful book. And in that book, about a year before the World Trade Center was blown up, I said... Nog een keer. Wrote a book, a really very successful book. And in that book, about a year before the World Trade Center was blown up, I said... Hij zegt, before the World Trade Center was blown up. Blown up. Dat is een andere uitleg. Maar het gaat mij niet om blown up. Het gaat mij om dat pauzetje wat hij daarvoor neemt. Hij bedenkt zich. Zal ik het zeggen of niet? Zal ik een steentje in de vijver gooien? Of het is misschien, als je onschuldig denkt, hij zoekt het woord, kan het niet vinden en gebruikt de verkeerde uitdrukking. Maar dan is het wel de opvallende verkeerde uitdrukking. Dus nog even om het... Kijk nog even goed. About a year before the World Trade Center was blown up, I said... Nou ja, denk er het jouwe van. Ik denk dat het niet helemaal onbewust is. Maar goed. Meteen na 9-11 waren er veel mensen op de wereld die die haastige uitleg... Hè, want op de dag zelf, 4 uur nadat de torens waren ingestort, zat Paul Bremer. Dat is ooit de oud-Amerikaanse ambassadeur in Den Haag geweest. Later was hij chef wederopbouw Irak. Heeft hij een verschrikkelijke puinhoop van gemaakt daar. Die Paul Bremer die zat na 4 uur al live op televisie, op 9-11... Met Osama Bin Laden en de moslims. En had het hele verhaal klaar. Heel veel prominente figuren zeiden, dit gaat wel wat snel. Hè? Moeten we niet eerst onderzoek doen? En zijn er dan bewijzen voor? En ook in Nederland hadden wij prominente figuren die tegen dat officiële verhaal ingingen. Een hele prominente wil ik jullie graag aan voorstellen. Het is een van mijn helden. Echt een held van mij. Hij leeft helaas niet meer. Het is een journalist. Een hele eigen gereide man. Je ziet nu een stukje, een tv-interview met hem uit 2002. Dus minder dan een jaar na 9-11.
Het is een VARA-interview. Het moet een half uur interview worden, primetime voor de VARA. Dit interview, waarvan je nu een clip gaat zien, is nooit uitgezonden. Waarschijnlijk omdat hij deze uitspraken doet. En, dat zul je ook zien, het wordt slaande ruzie tussen mijn held en de interviewer. Het hele interview staat op YouTube. Ga het kijken. Je ziet nu een korte clip. De ouderen onder ons, die kennen hem. Ik heb het natuurlijk over Willem Oltmans. De aanslagen van 11 september in een van uw boekjes. Ja. U zegt het niet, maar u suggereert het. Zou de Mossad of de CIA daarachter kunnen zitten? Of wat vindt u daarvan? Achter wat? Achter 11 september. Zou de Mossad daarachter kunnen zitten? Nou, ik heb je net een boek laten zien van meneer Bomfort. Waar je doorgebladerd hebt in Washington. Maar als je het gelezen had, dan had je gezien dat daar de Chief of Staff of the United States, meneer Lemnitzer, generaal Lemnitzer, in 1961 bij Kennedy met een plan kwam om in de Verenigde Staten aanslagen te plegen, mensen te doden, vliegtuigen te hijacken, hè, te kapen, et cetera, et cetera. Dan aan het publiek vertellen dat Fidel Castro het gedaan heeft. Om de reden te hebben om Fidel Castro plat te gooien. Heb je het gelezen? Ik heb het je net laten zien. Maar u denkt dat dat nu ook gebeurt met 11 september? Ik denk niet, ik weet het zeker dat het zo gaat. Dus de CIA of de Mossad zit achter 11 september? Wat dacht je? Osama Bin Laden, die draagt eigenlijk geen schuld. Het is een soort vrijheidsstrijder. Wat is dat nou voor onzin? Nou, not guilty. Wat betekent dat? Dat het niet bewezen is dat hij de aanslagen in Amerika heeft gedaan. Dat heeft niemand ooit aangetoond. Nou, er is een videoboodschappen. Ja, dat zeg je allemaal vaag geklets. Vaag geklets? Niemand daar heeft Bin Laden aangetoond. Daar juicht hij over de aanslagen met zijn medewerkers. Dat wil niet zeggen dat hij het gedaan heeft. Nou, hij heeft het over berekeningen die er uitgevoerd zijn om te kijken hoeveel mensen... Ja, bewijs dat bewijs. Ik weet niet in hoeverre of jij ooit iets van logica of zo hebt bestudeerd. Maar iedereen weet, in de hele wereld weet, dat nooit bewezen is dat Bin Laden dat gedaan heeft. Behalve jou. Hij heeft het duidelijk toegejuicht in de verschillende boodschappen. Maar dat is iets heel anders dan het gedaan hebben. Wat is dat nou voor... Ik weet niet of je helemaal goed bij je hoofd bent. Maar hoe kan je nou vergelijken het feit dat hij toegejuicht heeft dat het gebeurd is? Ik denk dat het zelfs in Amerika mensen waren die toegejuicht hebben dat het gebeurd is. Maar waarom heeft Bin Laden het dan over operaties? Als hij het over 11 september heeft. Die operaties zullen er best zijn. Maar of hij die gebouwen naar beneden gebracht heeft, is onbewezen. Dus je denkt niet dat Al-Qaeda daarachter zit? Ik denk nooit. Ik vraag om bewijs. Ja, maar... Ik denk dat de Amerikanen in staat zijn om het zelf te doen. Nou, dat was moed voor nodig. Omdat in 2002, wetende dat dit primetime zou worden uitgezonden, om dat zo te brengen. En het is niet alleen dit waarom ik hem laat zien. Willem Oltmans is ook het Nederlandse bewijs van het bestaan van staatssamenzweringen. Hij was er namelijk het slachtoffer van. Je moet weten, het was een zeer eigenrijde journalist, ook al toen hij jong was. Toen hij net begon, 1949, toen Nederland haalde een gigantische genant, een zepert in de Verenigde Naties. Wij moesten Indonesië en Nieuw-Guinea loslaten. We waren een oud-koloniale macht, zei de hele wereld, laat los. Moest onafhankelijk worden. Sukarno was daar de nieuwe leider. Willem Oltmans, als jonge eigenwijze journalist, zei... Oh, dan ben ik de eerste Nederlandse journalist die Sukarno gaat interviewen. De Nederlandse regering zei, als je dat maar uit je hoofd laat. Dat gebeurt niet. Hij deed het toch. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Jozef Luns... die was zo heils, zo wit heet hierover... die heeft een geheime bijeenkomst belegd in Den Haag... met zelfs iemand van het Koninklijk Huis erbij, Prins Bernhard. En hij zei... Wij gaan nu in het geheim als Nederlandse staat deze man voortaan werk en leven totaal onmogelijk maken. En zo geschiedde. Dus Willem Oltmans kreeg, waar het Nederland betrof, geen persaccreditaties meer. Mocht niet mee op buitenlandse reizen. Kreeg niemand van de regering te interviewen. Niemand van de Tweede Kamer. Hij was internationaal georiënteerd. Hij sprak met de grootte der aarde, dus hij deed zijn werk wel. Internationaal. Op een gegeven moment was hij zelfs dik bevriend met Oliver Stone. En Oliver Stone heeft ons in 1990 die prachtige film gegeven over de moord op John F. Kennedy. En die film moet je eens terug gaan kijken, want wat blijkt, Willem Oltmans speelt daar een rolletje in. Dat is hartstikke leuk. Willem Oltmans die zei ook, in Nederland, jongens, ik kan mijn werk niet doen. Zei hij tegen zijn collega's, tegen wie het maar horen wilde. En al die collega's zeiden, Willem, jij bent een beetje een aparte jongen.
Dat is conspiracy denken wat jij doet. Nederlandse, westerse democratie, dat bestaat helemaal niet, wat jij zegt. Doe nou gewoon internationaal je werk, dat doe je goed. Maar hij zegt, nee, ik word tegengewerkt door de staat. Nou, als niemand me wil geloven, dan ga ik het bewijzen. Ik ga een proces aan tegen de Nederlandse staat. Dat moeten jij en ik eens proberen. In je eentje een proces aan tegen de Nederlandse staat. Kijk even naar al die slachtoffers van die kindertoeslagfraude... die tegen de staat gingen procederen. Het lukt je niet. Zo ook Willem Oltmans. Hij verliest dat proces op alles. Gênant. Zijn vrienden denken, nou, die is genezen. Maar hij zegt, nee, en je ziet hoe eigenrijd hij was. Ik ga in hoger beroep. Hij besteedt al zijn geld, alles wat hij heeft, aan advocatenkosten. Hij woont op een gegeven moment zelfs, zo arm is hij daardoor geworden, in de bijstand. Leeft hij bij een hospita hier in Amsterdam, in een studentenkamertje. En hij verliest het hoger beroep ook. Totaal, op alles. Nou, je denkt, die heeft zijn lesje wel geleerd. Nee, hij zegt, en nou ga ik in cassatie. Ik ga naar de Hoge Raad. Nou, dat duurt jaren. En dan eindelijk, in 1999, geeft de Hoge Raad der Nederlanden hem in alles gelijk. Ze zeggen, het is bewezen, u bent 40 jaar lang in leven en werk gehinderd door de Nederlandse staat, in het diepste geheim. De Nederlandse staat moet met de billen bloot, moet het toegeven, het is bewezen verklaard, en worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Willem Oltmans van 8,5 miljoen gulden. Nou, daar is hij blij mee. Een deel daarvan koopt hij het grachtenpandje, waar dit interview is opgenomen. En hij heeft gevoel voor humor, want hij liet een nieuwe gevelsteen inmetselen boven de voordeur. Daar staat in het Latijn de inscriptie, met dank aan de Nederlandse staat. Helaas heeft hij er niet lang van kunnen genieten, want in 2004 is hij aan kanker overleden. Maar goed, staatssamenzweringen bestaan. Echt waar, ook vandaag de dag nog. Goed, het Amerikaanse volk, vlak na 9-11, na een paar dagen, die waren bekomen van de eerste schrik. En die beginnen met z'n allen te morren. Naar Washington, naar hun regering. Het volk zegt, hey, ho, 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 waarom betalen wij belasting? Waarom hebben wij een leger? Waarom hebben wij een luchtmacht? Waarom hebben wij die geavanceerde radarapparatuur? Die 24-7 het firmament staat af te speuren. Waar waren jullie op 9-11? Waarom konden die gekaapte vliegtuigen anderhalf uur ongestoord doorvliegen? Ja, zeiden Bush en vooral zijn veiligheidsadviseur Condoleezza Rice. Die zeiden, ja, dit was zo'n onwaarschijnlijk scenario. Dit was zo absurd. Daar kan je toch als regering geen rekening mee houden. Dit is toch far-fetched dat mensen vliegtuigen in hoge gebouwen zouden storten. Sorry hoor, maar wij waren zelf ook een beetje van onze sokkel geslagen. Het was een lack of imagination. Een tekort aan verbeeldingskracht, zeiden ze. Daarom waren we er niet. Dat was gewoon een keiharde leugen. En ook nogal makkelijk door te prikken. Want het is een stukje van de jongste Amerikaanse luchtvaartgeschiedenis. Er is een keer, nota bene, in het dan hoogste gebouw ter wereld. Een toren, een wolkenkrabber. Nota bene, midden op Manhattan. Een heel groot vliegtuig naar binnen gevlogen. Was zo'n ramp dat het haalde alle bioscoopjournaals over de hele wereld. De Empire State Building. This was the scene of the recent plane crash. It happened when workers were at their desks on a Saturday morning between 9 and 10 o'clock. Miles away, a Mitchell bomber had taken off from Bedford, Massachusetts. The pilot flying over LaGuardia airfield was advised to land because of fog. But he headed for Newark instead along what he thought was this route. The route he actually took led him straight through the fog into the Empire State Building. The plane crashed into the 78th and 79th stories at a speed of about 200 miles an hour. Nou, daar gebeurde het. Waar ze toen al bang voor waren, in dichte mist. Een grote bommenwerper vliegt naar binnen. Een aantal etages stuk, doden, gewonden. Motoren slaan zelfs helemaal door het gebouw heen. Komen aan de andere kant op straat terecht. Maar goed, het Empire State Building staat er nog. Het is gewoon schoongemaakt, ingetimmerd, ingemetseld. Nieuw behangetje erin. Een paar weken later zaten mensen weer achter de typemachine. Dus, in 1960, als de gebroeders David en Nelson Rockefeller het in hun rijke harses krijgen om de hoogste torens ter wereld te gaan bouwen, namelijk de Twin Towers, die geven hun architecten en bouwkundige constructeurs de opdracht daartoe, ze moeten 400 meter hoog worden, dan weten die architecten van dit voorval. Dus ze denken, nou,
We gaan 402 keer hoger dan het Empire State Building. Er liggen inmiddels 6 vliegvelden om Manhattan heen. Zullen we die torens daar maar eens op gaan voorbereiden? En dat doen ze ook. En na 9/11 geven ze dat gewoon openlijk toe op camera. The building was designed to have a fully loaded 707 crash into it. That was the largest plane at the time. I believe that the building probably could sustain multiple impacts of jetliners because this structure is like the mosquito netting on your screen door, this intense grid, and the jet plane is just a pencil puncturing that screen netting. It really does nothing to the screen netting. Dat is toch wel opmerkelijk. Ze waren voorbereid op het kunnen weerstaan van multiple impacts van jetliners. Goed, voor de 20% mensen die nieuw zijn, maar ook gewoon voor ons allemaal, even heel kort de reminder. Wat is nou de officiële lezing wat er is gebeurd op 9/11 met die Twin Towers? Want daarna ga ik een gebeurtenis onthullen die daar een heel ander daglicht op werpt. Maar even, ter voorbereiding. 9/11, dinsdagochtend, straalt strak blauwe hemel, de zon schijnt, Manhattan wandelt naar zijn werk. En opeens horen mensen een vliegtuig heel laag, keihard overkomen. En er boort zich een Boeing boven in de Noordtoren. Een dag later blijkt, er is maar één beeld van, één filmbeeld. Dat zijn de gebroeders Naudet, die maken een documentaire over de brandweer in New York. Die staan iets te filmen bij een putje. De man met de camera die hoort dat geluid van dat vliegtuig. Die zwenkt instinctief naar het geluid toe. En dat is het enige beeld wat we hebben. Grote vuurbal. Heel Manhattan staat stil. En dit is het vliegtuigongeluk waar ze al die jaren al bang voor waren. Je moet niet zo hoog bouwen bij vliegvelden. Maar goed. Wat zegt dan de officiële... Nee, iedereen gaat er met zijn camera op gericht staan. De networks, de nieuwsstations. Mensen pakken hun home videocamera. Dus tientallen camera's zien een kwartier later een vliegtuig in de verte aankomen. Die maakt een bocht. En die duikt zo bang voor de ogen van de hele wereld. Want inmiddels ook live op de televisie. Zo in de Zuidtoren. En dan weet de hele wereld stijf van schrik. Dit is bedacht. Dit is geregisseerd. Dit is terrorisme. Slim, slim, slim bedacht. Oké, wat gebeurde vervolgens? De Noordtoren, die staat dan op de hoogte van de inslag, want zegt de officiële lezing, ja, het vliegtuig gaat erin, de vleugels breken af, daar zit kerosine in, kerosine druipt eruit, vat vlam. Dan ontstaat er hier een brand, die duurt 1 uur en 20 minuten. Dan krijgt de zwaartekracht vat op het bovenliggende blok, dat zakt door het door hitte verzwakte staal heen en neemt vervolgens in 12 seconden het hele gebouw van 400 meter mee naar de grond. Dat is bijna vrije valsnelheid. Ik ga nu een aantal natuurkundige raadsels even weer oproepen in je geheugen. Als Newton nu in de zaal zou zitten, zou hij zijn molensteenkraag opeten van ergernis. Want let op. Vrije valsnelheid. Dat wil zeggen, als je een biljartbal loslaat van 410 meter hoog, dan duurt hij er 9,8 seconden over om de grond te raken. Want hij ondervindt geen weerstand. Dit hele ding gaat in 12 seconden. Dat wil zeggen, de onderliggende constructie heeft geen weerstand geboden. Dat is raar. Maar goed, we gaan naar de tweede, de Zuidtoren. Die wordt een kwartier later dan de Noordtoren geraakt, maar die gaat als eerste. Die staat maar 57 minuten in de fik op de hoogte van die vliegtuiginslag. Zelfde reden, hè, kerosine, brand. Maar na 57 minuten krijgt de zwaartekracht vat op dit blok. En hij neemt vervolgens, in 12 seconden, weer symmetrisch in zijn eigen footprint, op bijna vrije valsnelheid, het hele gebouw mee naar de grond. Tweede natuurkundige raadsel. De gebouwen zijn asymmetrisch verschillend geraakt. Op verschillende hoogtes en op verschillende plekken in de gevel. Die asymmetrische schades hebben nu symmetrisch precies het identieke gevolg. Dat is... Ik wou dat Newton hier zat. Die zou ook zeggen, ja, this is very strange. Dus de onderliggende constructie biedt geen weerstand. En daarna gaan ze naar asymmetrische schades identiek. En dan het derde natuurkundige raadsel, want het houdt niet op. Deze twee blokken
hebben dus op hun weg naar beneden allebei de weg gekozen van de meeste weerstand. Dat is raar. Dat is very strange, zegt Newton. Want in de natuur kiest iets altijd de weg van de minste weerstand. Ze zouden, bij de Zuidtoren zie je ook eerst dat bovenste blok kantelen. Je verwacht, het valt ernaast. Nee, ze gaan allebei door zichzelf heen. En dat toch op bijna vrije valsnelheid. Goed, een brand, 1 uur 20 minuten, 57 minuten. Dan, die andere gebeurtenis waar ik het over heb. Er zijn eerder verschrikkelijke dingen gebeurd met de Twin Towers. Donald Trump had het al over 1993, de aanslag van de blinde sjeik op de Noordtoren. Kan je misschien herinneren? Die had een vrachtwagen met explosieven in de kelder gereden, parkeergarage van de Noordtoren. Die was daar geëxplodeerd. Er was een gigantische schade. Trump vertelde het, kolommen weggeblazen, maar de Noordtoren is gewoon blijven staan. Later bleek, die vrachtwagen stond net niet op het goede punt. Had hij op het goede punt gestaan, was die toren omgegaan. Maar goed, hij stond net verkeerd. Maar wat wil je? De blinde sjeik. Ja. Ik heb het over een andere gebeurtenis. Ik heb het over de nacht van 13 op 14 februari 1975. Ze waren nagelnieuw. De Twin Towers zijn opgeleverd in 1973. De nacht van 13 op 14 februari 1975 woedt er een gruwelijke brand in de Noordtoren op de 11e etage. Die brand is zo hevig, die breidt zich uit tussen de 9e en de 15e verdieping. En die brand duurt 7 uur. Uitslaande brand over de hele, slaat uit alle ramen. Het is 1975, het is 's nachts, er zijn geen beelden van. Maar nog vreemder, je kan er niks op over vinden. Vreemd, want toen die bommenwerper in de Empire State Building ging, dat haalde alle bioscoopjournaals. En hier moet je zoeken naar persberichten. Ik vind het uiteindelijk in het archief van de New York Times, de editie van 14 februari, op pagina 41, een heel klein kolommetje. Hier, Trade Center hit by sixth floor fire. De brandweercommandant vertelt aan de journalist van dienst, het was verschrikkelijk. We gingen met 164 man erin, 16 van mijn mannen zwaar gewond. Hij zegt, het was zo heet, it was like fighting a blowtorch. Alsof we tegen vlammenwerpers moesten vechten. Hij zegt, all my men, staat er iets onder, got their necks and their ears burned. Zo heet was het, onder de beschermende kleding en de helmen, oren en halzen verbrand. Verschrikkelijk. Waarom het zo weinig nieuws heeft gekregen, ga ik zo vertellen, dat is leuk. Wat het ernstig maakt, is dat dit verhaal die officiële lezing van 9-11 onderuit haalt. Want denk even, ga even logisch doen, denk even logisch met me mee. Gebruik je logica. Als je dat nog nooit gedaan hebt, haal hem even uit de verpakking. De Noordtoren staat 1 uur en 20 minuten in de fik. Dan krijgt de zwaartekracht vat op dit blok. Hij gaat in 12 seconden naar beneden. De Zuidtoren staat maar 57 minuten in de fik. Dan krijgt de zwaartekracht vat op dit blok. Hij gaat in 12 seconden naar de grond. Maar in 1975 staat het 7 uur in lichterlaaien. Gigantische hitte, met dit blok erboven. Dus als de officiële lezing, ze zijn ingestort door vuur, op 9-11 klopt, dan zou het hier al na een kwartier naar de grond moeten zijn gegaan. Maar in 1975 was de staalconstructie nergens aangetast na 7 uur brand. Het werd net als de Empire State Building, weer schoongemaakt, nieuw behangetje erin en hup, een paar maanden later was het weer in gebruik. Dit is raar. Ja, er is een verschil natuurlijk. Ik hoor jullie denken, want ik heb een intelligent publiek. Ja, het verschil is, in 9-11 zijn hier twee Boeings ingeslagen. En in 1975 niet. Dus het gewicht van die vliegtuigen moet je daarbij optellen. Maar toch is het verschil veel te groot. Dat is niet uit te leggen. Waarom weten we zo weinig van die brand in 1975? Dit is even leuk. Het ging heel erg slecht met de Twin Towers. Meteen na opening. En eigenlijk hun hele bestaan is het er slecht mee gegaan. Ze stonden permanent 30% leeg. Want ze waren ten eerste veel te duur om te huren. Helemaal tegen 2000 waren ze ouderwets geworden. Ze waren niet voorbereid op het digitale tijdperk qua bekabeling en energievoorziening. Maar nog belangrijker, al vanaf de opening, de Amerikanen, vooral de New Yorkers, hadden er schrik van. Ze vonden het eng.
Want het bleek dat je er wel 20 minuten over deed met de gewone lift om daar boven te komen. En dan dachten ze, ja, dan zit je daar op je werk en dan gebeurt er iets. Hoe kom je weg? En toen hoorden ze ook nog dat als het windkracht 12 zou zijn, je bovenin een uitslag had van 1,5 meter. Dus dan zit je achter je bureau. Dus de New Yorkers hadden er schrik van. En om het feest compleet te maken, wat was nou de hitfilm in 1975 die heel Amerika naar de bioscoop trok? The Towering Inferno. Waar een megawolkenkrabber in de fik gaat, helemaal vernietigd wordt. En daar heb je ook in die film 9-11-achtige beelden. Van mensen die hun dood tegemoet springen uit de ramen. Op de vlucht voor het vuur. Dus het is heel voorstelbaar dat de eigenaar van de Twin Towers, de Port Authority, het havenbedrijf van New York, meteen na die brand alle redacties heeft gebeld. Jongens, kunnen we het een beetje dimmen met een nieuwsbericht hierover? Want zometeen durft niemand meer die torens in. Lijkt me plausibel. Goed. Plus, in de bouwgeschiedenis. We bouwen ongeveer 100 jaar nu. Staal geconstrueerde wolkenkrabbers. In die 100 jaar hebben er 93 min of meer in lichter laaien gestaan. Heel veel beroemde voorbeelden. Sommige 17 uur. De langste was 24 uur. Het Peking Mandarin Oriental Hotel. Na 24 uur was het helemaal uitgefikt. Ze staan nog wanhopig een beetje na te blussen. Maar de staalconstructie staat gewoon nog overeind. Zoals bij alle 93. Ja, hij is een beetje ingezakt. Asymmetrisch, daarbovenin. Maar zo'n inzakking stopt op een gegeven moment. Want de energie is op. Zou Newton zeggen. Geen van die 93 zijn ooit ingestort. Dus er zijn in de hele bouwgeschiedenis maar een aantal staalgeconstrueerde wolkenkrabbers door vuur ingestort. Namelijk allemaal op dezelfde dag, op 9-11. Het waren er 2 en later zullen we leren 3. Dat is toch wel... That's very strange. Zou Newton zeggen. Goed, hoe waren ze nou geconstrueerd? Trump zei het al, ze waren waanzinnig zwaar. Het was een nieuwe manier van bouwen. Je had gevelkolommen van staal. Die droegen 40% van de constructie. En dan had je de kernkolommen, 47 per Twin Tower. En die droegen 60% van het gewicht. En het was alles onwaarschijnlijk zwaar uitgevoerd. Ze hadden nog nooit zo hoog gebouwd. Dus die architecten dachten, weet je wat, we nemen de veiligheidsvoorschriften en dan doen we het maal 5. En dat hebben ze gedaan. Dit is een gevelkolom. Je weet nog dat Trump zei, remember folks, hoe smal die raampjes waren van de Twin Towers. Dan weer een dikke stalen kolom en dan weer een raampje. Dit is een gevelkolom, daar staat een mannetje naast de referentie. Maar vooral die kernkolommen, die zijn zo waanzinnig zwaar uitgevoerd. Je ziet hier een stukje van 10 meter kernkolom. Ze waren natuurlijk 400 meter hoog. Een stukje van 10 meter. En daar heeft zo'n zware Caterpillar hijskraan al enorme moeite mee. Hij kan hem ternauwernood tillen. The very ground shakes as they drop just a few feet. Zo zwaar. Die kernkolommen waren per stuk onderin 1,30 meter lang, 60 centimeter breed. De wanden, het waren kokerkolommen, die waren 12 centimeter dik massief staal. Onwaarschijnlijk zwaar. Eerlijkheid gebiedt mij, naarmate je hoger kwam, werden de wanden van die kokerkolommen een tikkeltje dunner. Bovenin waren ze geen 12 centimeter, maar 8 centimeter. Logisch, want daar hebben ze minder te dragen. Nou, dit enorme staal. Trump vroeg het zich al af. Kunnen verkeersvliegtuigen daar doorheen? Nu zien we zo'nzelfde hijskraan, zo'n Caterpillar, zien we een over de datum zijnd verkeersvliegtuig slopen. Is leuk. Nou, als je al geen vliegangst had. Een vliegtuig is niks. Vooral als je het vergelijkt met het volume. Is echt ultra, ultra licht. De huid van een vliegtuigromp is 2 mm aluminium. Het is een leeggeblazen eierschaal.
Zoals ooit zo'n vliegtuigbouwkundige ingenieur mij vertelde. Als je van voren naar zo'n romp kijkt, het is een ei. En een ei is in de natuur heel sterk. Eierschaal is heel dun. En toch kan het tegen alle druk, als zo'n woedende kip hem naar buiten wil persen. Dat kan niet tegen. Waar hij niet tegen kan, is een plotselinge harde impact. Je kan veel foto's vinden op internet van zo'n groot vliegtuig dat een aanvaring heeft gehad met een vogeltje op de neus. En dan is de neus helemaal verbrijzeld. Het vogeltje heeft gewonnen. Nou ja, die is ook dood, maar je begrijpt me wel. Een vliegtuig heeft hele zware onderdelen. De motoren en het landingsgestel. Dat die bij een impact losschieten door de wet van de traagheid en bam, er doorheen slaan. Oké. Maar wij moeten nu geloven, dat gaan we nu zien, dat dit ultralichte ding, die leeggeblazen eierschaal, zonder zijn vorm te verliezen, compleet intact, zonder snelheid te verliezen, tot aan het uiterste staartpuntje, intact door dat hele zware staal is gevlogen. Niet alleen door de kernkolommen, of niet alleen door de wandkolommen, maar ook door die kernkolommen. Kijk maar. Kijk, je ziet hem geen impact maken, je ziet geen snelheidverlies. Alsof hij door papier gaat. Dit is raar. In de natuurkunde. Tja, Harry Potter, ja. Met zijn winkelwagentje dwars door die stationsmuur. Dit heet cartoon physics. Tekenfilm natuurkunde. Want dit laat ook dit silhouet achter. He, van de Roadrunner die door een betonnen muur gelopen is. Maar kijk nou eens naar die vliegtuigpuntjes. Die snijden er doorheen. Ik weet niet of je op 10.000 meter hoogte wel eens naar zo'n vleugelpuntje durft te kijken. Dat gaat dan... En dat zou hier dan als een heet mes door de boter doorheen zijn gegaan. Men zegt later ook, ja, dat was zo heet, het staal smolt. Maar er staat een mevrouw hier om hulp te zwaaien in het gat. Dus het was daar niet zo heet. Hier staat ze. Ze is geïdentificeerd. Ze is omgekomen in de vernietiging. Maar dit is raar. Dit is gewoon raar, natuurkundig. Dit is het vierde tot en met zesde natuurkundige raadsel. Hoe kan dit? Nou ja. We gaan naar een first responder. Die waren heel erg belangrijk op die dag. Dat zijn de helden van 9-11. Ik ga je kennis laten maken met een brandweerman. Die heet Rudy Dent. En Rudy Dent voert al 18 jaar actie. Hij wil de waarheid boven tafel hebben. Hij is erbij geweest als brandweerman. Je ziet hem in beeld. Hij doet een recent interview op een gedurfde plek. Namelijk bij die twee memorial bakken. Die vierkante bakken met die watervallen erin op Manhattan, waar de Twin Towers hebben gestaan. Hij begint over gebouw 7. Daar gaan we het zo over hebben. Dat is de smoking gun. Oh, nou, dat begint alweer mooi. Gebouw 7, want de journalist vraagt hem daarnaar. Daarna vertelt hij zijn algemene indrukken over wat er op die dag gebeurd is. En dat hij er niks van gelooft. Is there anything you noticed or saw during the collapse of Building 7 that raised your suspicions to what actually happened here on that day? Oh, absolutely. First of all, let me say that never in the history of history has a steel frame skyscraper ever come down because of fire. The simple answer to that is that fire does not reach temperatures hot enough to melt steel columns dislodge. And so that's never happened, ever in history. But that's the government story. Okay? What I did see was a building come down on its own footprint, and it was a controlled demolition. Wow. A classic controlled demolition. And a controlled demolition is the product of 3 weeks or more of specifically placed, computerized, and timed, a coordinated implosion that causes a building to come down at freefall in its own footprint. Yeah. Was there anything else from your experiences down here that makes you question the events of 9-11? From everything you saw, everything you experienced, everything you went through down here, was there a lot of questions that you were left with? Absolutely. First of all, I'm a Vietnam veteran. I did 2.5 years in Vietnam. Then I served as a police officer for 4 years.
I was here in 1993 with the first bombing attempt. I stood shoulder to shoulder with the FBI while they foraged inside for little paint chips. And with a little paint chip, their forensics can tell you the make and model of a vehicle. And that's what I did. And I witnessed the immensity of that explosion. That explosion was designed to bring the building down. But according to the experts and the FBI who were there at the time, they said the van was not placed properly. Had they done so, they could have caused the building to come down, and that would have been ugly because it would have come down sideways and taken a lot with it. Yeah. The second time around now, it was a controlled demolition. Everybody's seen it. If you go back on YouTube, you can see the splibs, you can see the explosions, you can see the antenna shooting straight up before it came down. Is there anything else you want to leave people with? Is there anything else you want to say about that, you know, horrible day on 9/11? Is any last message to the people out there? Yeah. For me, it caused me to wake up. It caused me to research this entire situation. And it's the first thing I think of when I get up in the morning, and it's the last thing at night before I go to bed. I lost Tommy O'Hagan, Kenny Kumpel, and Bruce Van Hines that day. And we lost 343 firefighters, and we lost more people on that day than we did at Pearl Harbor. That's something to think about, and people need to start doing their own research instead of relying on the mainstream media. Yeah, dit is Rudy Dent. Hij leeft nog, voert nog steeds actie. En ik spring weer even naar de actualiteit. Hij heeft steun gekregen van een heel brandweerdepartement in New York. De Franklin Square and Munson Fire Brigade. Die bedienen een wijk in Jersey, overkant van de Hudson. En die hebben bij monden van hun ondernemingsraad gezegd: wij als brandweerdepartement geloven onze overheid niet meer in het verhaal van 9/11. Wij willen een nieuw onderzoek. En ze hebben zich geschaard achter de grand jury petition van de Lawyers for New 9/11 Inquiry. Je ziet nu een stukje van de bevlogen toespraak die hun commandant heeft gegeven 2 maanden geleden. En dan merk je aan hoe hoog het ze inmiddels zit. Dat ze die leugens niet meer pikken. En het is belangrijk voor de publieke opinie. Even een clip van de commandant, 2 maanden geleden. All the American people want now, after 18 years, is the truth based on the facts. And the remaining forensic evidence. And what can be proved in a court of law. That is why we are here today. 343 firefighters, including 3 of my good friends, Thomas Hetzel, Bobby Evans, and Mike Kiefer, perished that day. And these were some of the best and the bravest people in the world. And they, along with the rest of those who were murdered and died horrible deaths, deserve justice. Ja, dit is heel belangrijk voor de publieke opinie, want dit zijn de helden van 9/11. Dit zijn de first responders die hun leven hebben gegeven om nog te redden wat er te redden viel. Als die zich nu tegen de regering wenden, dan wil dat wel wat zeggen. Hij noemde ook dat getal, hè? 343 brandweerlieden. Dat zei Rudy Dent ook. Waanzinnig hoog aantal. En die zijn allemaal, 95% zijn omgekomen in de vernietiging van de Twin Towers. Want het uur daarvoor waren ze als helden bezig met z'n honderden erin en eruit. Ze hebben 80% van de mensen in de Twin Towers weten te redden in dat uur. Daarna zijn ze allemaal omgekomen in die instortingen. Dat wil zeggen dat geen van die brandweerlieden het ook maar in een minuut eraan heeft gedacht dat ze überhaupt konden instorten door vuur. Als een commandant bang is voor instortingsgevaar, dan stuurt hij zijn mannen niet naar binnen. Dit is weer een aanwijzing dat het niet klopt. En tot nu toe was dit is de officiële verklaring. Dit is wat de regering zegt, dit moet je lezen en dan weet je hoe het gegaan is. Dit is de 9/11 Commission Report. En er is wel wat raars mee aan de hand. Daar ga ik zo het een en ander over vertellen. Want eerst, zoals beloofd, ga ik even naar gebouw 7. Dat is dit gebouw. En dat is de smoking gun van 9/11. Heeft met dit boek te maken. Zo direct leg ik de link. Maar eerst, wat is hier nou zo vreemd aan? Building 7
gaat 7 uur na de Twin Towers, deze gaan rond 9:30 naar beneden, 's middags om 4:30 zakt dit nagelnieuwe gebouw, opgeleverd in 1987, state-of-the-art steel structured high-rise, die gaat opeens, als bij toverslag, door zijn hoeven, gaat rechtstandig op valsnelheid in zijn eigen footprint, symmetrisch, naar de grond. Wat is zo raar? Er is geen vliegtuig ingevlogen. 7 uur na de Twin Towers. Het is uit tientallen hoeken gefilmd. Gelukkig hebben we een hele goede getuige van Building 7. Wat is daarmee gebeurd? Hij heet Barry Jennings. Barry Jennings werkt bij de New York Housing Department op de 24e etage. Op 9-11, 's morgens, hij heeft een snipperdag, hoort hij om 9:15 dat verschrikkelijke ongeluk. Er is een vliegtuig in de Noordtoren geslagen. Hij denkt, nou, het zal wel druk worden op het werk, ik ga helpen. Hij woont vlakbij, dus hij race naar zijn werk. Ergens om 9:50 is hij er, ontmoet zijn collega, meneer Hess, onderaan. Ze gaan met de roltrappen naar boven. En dan vinden ze tot hun verbijstering de afdeling waar 80 man druk aan het werk moeten zijn, totaal verlaten. Hè? En in grote haast verlaten. Want er staan nog half opgedronken kopjes koffie te dampen op de bureaus. Er liggen half aangevreten sandwiches. Wat is er aan de hand? Dus Jennings, die pakt zijn telefoon, die belt een collega. Die collega neemt op en die zegt, hè, Jennings, Hess, jullie zijn toch vrij vandaag? Waar zijn jullie? Nou, zegt hij, wij zijn hier op kantoor, waar zijn jullie? En dan schreeuwt die collega door de telefoon, get the hell out of there. Op dat moment heb je natuurlijk de tweede inslag. Dus ze schrikken zich een hoedje, denken, wij moeten hier wegwezen. Ze willen de lift nemen, maar die doet het dan niet meer. Ze nemen de brandtrappen en ze rennen naar beneden. Ze zijn er bijna, maar op de 6e etage worden ze gestopt door een gigantische explosie onderin gebouw 7. Het trappenhuis wordt weggeslagen, ze kunnen niet verder. Ze moeten omhoog weer klimmen. Op de 8e etage komen ze helemaal vast te zitten. Jennings zegt later, ons laatste uur had geslagen, hier komen we niet levend uit. Maar dan ziet hij een brandblusser, slaat het raam in, gaat om hulp roepen. En gelukkig, een paar brandweerlieden horen dat. En die vinden een andere weg naar binnen toe, naar en toe. En ze worden gered. Dan loopt hij op straat, net gered. En dan wordt Barry Jennings opgepikt door een journalist. Die live verslag doet van alle verschrikkelijke gebeurtenissen. Dan is er een misverstand in het vraaggesprekje. Want de journalist denkt dat Jennings en Hess zijn gered uit de Twin Towers. Maar Barry Jennings doet zijn verhaal over Building 7. Couple of minutes, it has been clear from this space back on Chambers in that area. So now they're walking back toward the World Trade Center. And as we keep letting you hear the personal stories, the survivor stories of exactly what happened inside the World Trade Center when that first plane went in, and of course the collapses since then, we're going to bring more of those to you now. Barry Jennings, you're on the 8th floor, you work for the City Housing Department. Explain to me the moment of impact. Well, me and Mr. Hess, the Corporation Counsel, were on the 23rd floor. I told him we got to get out of here. We started walking down the stairs. We made it to the 8th floor. Big explosion. Blew us back into the 8th floor. And I turned to Hesh. I said, this is it. We're dead. We're not going to make it out of here. I took a fire extinguisher and I bust the window out. That's when this gentleman here heard my cries for help. Nou, later, hij is een hoge ambtenaar, niet op zijn mondje gevallen, intelligent. De weken na 9/11 doet hij overal zijn verhaal. Want hij hoort ook de eerste plukjes officiële informatie over 9/11 naar buiten komen. En hij denkt bij alles, hè? Nee, ik was erbij, zo is het niet gegaan. En hij gaat overal zijn verhaal doen. Tot 1,5 jaar later, hij ook moet getuigen voor de 9/11-commissie. Hij doet zijn verhaal. Maar hij mag de drukproeven inzien, een maand voordat het uitkomt. En hij schrikt zich een hoedje. Zijn getuigenis staat er niet in. Huh? Maar dan wordt het nog raarder, want hij leest het helemaal. Het woord explosie komt hier helemaal niet in voor. En dan wordt het nog raarder. Heel gebouw 7 staat hier niet in. Hij denkt dat hij gek wordt. Hij denkt, ik kom in opstand. Maar dan, vlak na dat moment dat hij dat leest, een maand voordat dit uitkomt, komt Barry Jennings om. Doodsoorzaak onbekend. Dit is raar. Dit had er ook nooit mogen zijn. Een vraag. Ja, de officiële lezing van de. Daar komt de regering, het NIST, National Institute for Standards and Technology, komt
pas 7 jaar na 9-11, want het is niet uit te leggen, met een verklaring. Dan zeggen ze, er zijn brandjes ontstaan, waarschijnlijk door brokstukjes of iets van de instortende Twin Towers. En die hebben brandjes doen ontstaan. Die brandjes hebben na 7 uur het staal zo verzwakt, dat hebben een balk van zijn ligger geduwd en die heeft de instorting in gang gezet. Enfin, dat is de officiële lezing. Even terug naar het 9-11 commissierapport. Er zijn hele rare dingen mee aan de hand. Dit had er nooit mogen zijn. Bush en Cheney zeiden, wij krijgen geen 9-11 commissie, nergens voor nodig. Wij weten hoe het is gegaan. Osama Bin Laden, 19 kapers, waarvan 15 Saoedi's. Punt. De families, de nabestaanden van die 3000 mensen die hier zijn omgekomen, die denken, hè? Dit is de ergste aanslag op Amerikaanse bodem. Natuurlijk moet hier een staatscommissie gaan onderzoeken wat hier is gebeurd. Nee, zegt Bush en Cheney. Gebeurt niet. Wij weten hoe het is gegaan, dat is genoeg. Ze vormen actiegroepen, ze gaan strijden. En ze strijden tot in de Senaat en in het congres. En dan duurt het 440 dagen, bijna anderhalf jaar, voordat die 9-11-commissie er is. In anderhalf jaar kun je heel wat bewijs verdoezelen. En dan zeggen Bush en Cheney, oké, die gaan op de knieën, jullie krijgen een 9-11-commissie. Maar dan willen wij wel de meest betrouwbare, meest integere, meest intelligente commissievoorzitter, want dit wordt belangrijk werk, wij hebben hiertoe benoemd Dr. Henry Kissinger. Nou, als je iets van de jongste Amerikaanse geopolitieke geschiedenis weet, dan weet je dat Henry Kissinger een van de grootste nog levende oorlogsmisdadigers is die op Amerikaanse bodem rondloopt. Die families die schrikken zich dood van deze voorzitter. Die komen er ook gelukkig achter dat meneer Kissinger zware zakelijke belangen heeft in grote Saoedische bedrijven. Dus die zeggen, ja, maar 15 van de kapers waren Saoedi's. En Henry Kissinger, Saoedische belangen. Dubbele pet. Kissinger moet dat toegeven en legt het voorzitterschap neer. Dan zeggen Bush en Cheney, nou, dit is zo belangrijk. We benoemen nu een duo-voorzitterschap. Twee van onze intelligentste mensen, de heren Keane en Hamilton. En de heren Keane en Hamilton, die gaan aan het werk. Uiterst integere, hooggeleerde heren. Maar na een maand beginnen ze aan een eigen boek. Parallel aan dit werk. En dat gaat heten Inside the 9-11-commissie. En ik laat je nu 2 clips zien van de persconferentie. Ze brengen dat boek een maand later uit dan dit verschijnt. En dan zeggen ze allebei in hun persconferentie, this commission was set up to fail. So there are all kinds of reasons we thought we were set up to fail. We got started late. We had a very short time frame. Indeed, we had to get it extended. We did not have enough money. They were afraid we were going to hang somebody, that we would point the finger. Lee and I write in our book that we think the commission in many ways was set up to fail because we had not enough money. We didn't have enough time. We'd been appointed by the most partisan people in Washington. Nou, dat is toch raar? Dat bij zo'n belangrijke overheidscommissie de 2 voorzitters zeggen, this commission was set up to fail. Ze zeggen, een voorbeeldje, we hadden veel te weinig geld. Het budget waarmee de 9-11-commissie aan het werk moest, was $3 miljoen. Als je dat even afzet tegen het onderzoek naar de blauwe jurk en de sigaar onder het bureau in de Oval Office van Clinton, dat onderzoek naar de Lewinsky-affaire heeft $45 miljoen gekost. En hier, bij 3000 doden, oké, na veel zeuren, hebben de heren Keane en Hamilton het budget weten op te hogen tot met hangen en wurgen $12 miljoen. Ze kwamen er ook achter dat ze helemaal niet over de inhoud hiervan gingen. Ze konden niet onafhankelijk hun werk doen, want dit werd geredigeerd vanuit het Witte Huis door een van de meest ultra-rechtse neoconservatieven die daar zaten. Dat was Philip Zelikow, neocon. Zelikow bepaalde in zijn eentje wat hier inkwam en vooral wat hier niet inkwam. Gebouw 7 staat hier niet in. Waarom? Wat heb je dan te verbergen? De derde toren, die is vernietigd. Dat is toch raar? Gebouw 7, ja, waarom moest het dan naar de grond? Ik denk zelf dus dat er bij gebouw 7... Eerst even het waarom. Er zaten allerlei overheidsdiensten in. Het heette de Salomon Brothers Building. Bovenin zat een bank,
de Salomon Brothers. Daaronder was het allemaal overheid. FBI, CIA, de SEC, de Security and Exchange Commission. Dus de beurswaakhond. Er lagen allerlei bewijzen van grote beursfraudes. De rechtszaken liepen toen. Nou, heel veel van die rechtszaken zijn gestopt na 9-11, want de bewijzen waren vernietigd. Dus heel veel mensen hebben bepaalde dansen ontsprongen. Wat ik in complot deel 1 vertel. Rumsfeld vertelt een dag voor 9-11 aan het congres. Ja, ik ben 2,3 triljoen dollar kwijt. Hij zegt, ja, ik heb het ergens aan uitgegeven. Ik heb ook wel een paar bonnetjes, maar... Hij zegt, nou ja, maak je niet ongerust. Ik heb op het Pentagon, mijn afdeling boekhouding, 120 beste boekhouders en accountants heb ik aan het werk gezet. En hier komt de sluitende begroting uit. En dat is dan precies de volgende dag de afdeling die op het Pentagon geraakt wordt door die naar binnen vliegende Boeing. Ik denk kruisraket. En er komen 80 boekhouders bij om. Dus er zaten in dit gebouw allerlei redenen waarom het ook naar de grond moest. Ik denk dus, en dan moet je weer even teruggaan naar de tijdlijn die Barry Jennings ons vertelde, dat er iets totaal fout is gegaan bij gebouw 7. Barry Jennings vertelde ons van die zware explosie ongeveer om 9:30 ochtends. Als deze samen met de Twin Towers in die chaos naar de grond was gegaan, had niemand daar een vraag over gesteld. Maar die explosie om 9:30 heeft zijn werk niet gedaan. Dus in de loop van de dag hebben ze terug moeten gaan met extra explosieven om het om 4:30 alsnog voor elkaar te krijgen. Maar daarna was het zaak, dit moet stil blijven, daar mogen geen vragen over gesteld worden. Dus laten we die maar niet opnemen in het 9/11-commissierapport. Er zijn meer aanwijzingen dat het echt fout is gegaan, want je weet misschien, het zat ook in complot 1, maar ik vind het te leuk om het achterwege te laten, dat de BBC en de CNN, die hebben het instorten van gebouw 7 aan het eind van de dag, hebben ze keurig live verslag van gedaan. Maar alleen 20 minuten te vroeg. Presumably there were very few people in the Salomon building when it collapsed. I mean, the Salomon Brothers there were, building I suppose, when it collapsed. Here staat het nog. Possible further collapses around the area. That's what you would hope, because this whole downtown area behind me has been completely sealed off and evacuated. But New York very much a city... Yeah, the 47-story Salomon Brothers building close to the World Trade Center has also collapsed. Daar staat het nog. Het zal 20 minuten later wel instorten. Three schools that are being turned into triage centers. Jane, I think many of us, when we heard the news, perhaps on the radio earlier today, were completely flabbergasted by it and just couldn't comprehend. Well, unfortunately, I think we've lost the line with Jane Stanley. Ja, dus iemand op de redactie denkt, oh, hij staat er nog. Storing. Nou ja, heel veel mensen die het officiële verhaal willen geloven zeggen, ja, dat ze stond natuurlijk voor een greenscreen en er werden oude beelden op vertoond. Of het was een foto of zoiets. Maar zij is zelf het beste bewijs. Zij zegt, ja, ik heb dat moeten melden en dat gebeurde pas 20 minuten later. Het beste bewijs is dat de BBC-hoofdredactie, de hoofddirectie, heeft in 2008 op camera, dat kan je vinden op YouTube, zijn excuses hiervoor aangeboden. Ze zeggen, ja, wij als BBC, wij zeggen tegen de hele wereld excuus voor 9-11, dat met gebouw 7. Dat was een fout. Een fout? Ze zeiden, ja, we hadden het van Reuters. Kijk, als het 's morgens om 9:30 naar beneden was gegaan, dan was er niks aan de hand geweest. Dan had het keurig op de telex gestaan. Maar hier stond het al op de telex voordat het gebeurd was. Dus die scripts naar de media, die stonden al klaar. Denk ik. Oké, zijn er vragen, opmerkingen? Wacht even, meneer. Meneer zegt, is er onderzoek naar gedaan, nou, als je zo'n gebouw gecontroleerd wil slopen, hoeveel werk dat is en hoeveel voorbereiding dat vergt? Nou, dat vergt weken, maanden voorbereiding. En dat is lastig te doen als je een Saoediër bent of in Afghanistan in een grot in Tora Bora zit. Dus, maar er zijn heel veel getuigenissen van hele rare verbouwingen op het WTC, die 's nachts plaatsvonden. Er waren rare stroomuitvalweekenden, dat de Twin Towers helemaal zwart stonden en alle sloten stonden open, waren elektronische sloten. En er gingen allemaal mannetjes en vrachtwagens naar binnen met kabels en ter reparatie. Er zijn heel veel vreemde dingen gebeurd. Oké, wacht even, die meneer.
Ja, dat is een goeie, maar dat geldt over heel 9-11. Meneer zegt, als de BBC zijn excuses heeft aangeboden, google het maar hoor, je vindt het op YouTube. Waarom is dat niet door de brede media opgepikt? Omdat niks over 9-11, wat buiten de officiële lezing valt, opgepikt wordt door de mainstream media. Ja, dat kan ik me voorstellen van bijvoorbeeld NOS. Ja, meneer zegt, ik heb de eigenaar gezien, Larry Silverstein, en die zegt, het verspreekt zich op camera, en dat kunnen we even laten zien. Larry Silverstein, de eigenaar van Gebouw 7, die heeft later gezegd, ja, de brandweer belde mij. Of, nou, kijk maar even. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. And I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Dus die eigenaar zegt dat de brandweer belde. Ah, meneer Silverstein, we kunnen uw gebouw niet redden. Nou, oké, zegt hij dan, let's pull it. En pull, dat is slang. Dat is een uitdrukking voor controlled demolition. Druk maar op de knop. Later, zich realiserend dat hij zich versproken had, zegt hij, nee, ik bedoelde, let's pull all the people out. Ik ga een heel kleine, dat moeten we even voorbereiden, een belangrijke verspreking van Bush ga ik even laten zien. Uit 2006, dat is een 5-jarige herdenking van 9-11. En dan maakt Bush een hele rare verspreking. Je moet even heel goed luisteren. Ik zal uitleggen wat hij daar zegt. Hij gaat iets zeggen over dat waterboarden bij Khalid Sheikh Mohammed iets heeft opgeleverd. Een bekentenis. En die bekentenis strookt niet met de officiële lezing. Let goed op. For example, Khalid Sheikh Mohammed described the design of planned attacks on buildings inside the U.S. and how operatives were directed to carry them out. That is valuable information for those of us who have the responsibility to protect the American people. He told us the operatives had been instructed to ensure that the explosives went off at a point that was high enough to prevent people trapped above from escaping. The operatives had been instructed to ensure that the explosives went off at a high point. Wacht even. Als je het goed geluisterd hebt, hij zegt, Khalid Sheikh Mohammed heeft toegegeven dat hij zijn operatives, zijn mensen, de explosies op die hoogte heeft laten afgaan, zodat de mensen erboven in de val zouden zitten. Dat zegt Bush, dat Khalid Sheikh Mohammed dat heeft bekend. Maar explosies? Hier? Die zitten helemaal niet in de officiële lezing. Die gaan alleen maar over vliegtuigen die naar binnen zijn gegaan. Dit is weer zo'n verspreking van iemand die het niet helemaal op een rijtje heeft. Oké, ik ga even door. Ik ga jullie vertellen, we zijn al 2 uur bezig. Het sprookje van de wolf en de 7 geitjes. Ik laat de wolf even buiten de beschouwing, dat vind ik eng. Ik ga het hebben over de 7 geitjes. Dat zijn de 7 hoogsten in de lines of command in Amerika op 9-11. Politiek en militair. Die zijn allemaal het eerste uur en kwartier buiten beeld geweest. Die hebben niks gedaan. Machteloos. En hebben allemaal een verschillend verhaal. Dat er nou eentje in die eerste tijd vastgezeten zou hebben op de toilet, oké, dat kan. Maar alle 7. Het wordt opmerkelijk als we de optelling gaan maken. Ik begin even met de hoogste. Wie is de chief in command in de Verenigde Staten? Bush, de president. Bush zit dan in de kleuterschool. En dat is een openbaar bezoek. Is overal aangekondigd. Heel Amerika weet dat hij daar zit. Hij zit naar kinderen te luisteren, die lezen voor uit een boekje over een geit. Ergens komt hier zijn assistent en die bij de inslag van de 2e vliegtuig in de Zuidtoren, die zegt America's under attack. Dan zou hij meteen door zijn veiligheidsmensen op onder zijn oksels gepakt moeten worden, in de Air Force One gesmeten moeten worden en zou hij de lucht in moeten gaan, want de president is natuurlijk een doelwit. Maar nee, hij blijft 12 minuten zitten, luisteren naar die voorlezende kinderen. En af en toe kijkt hij zo scheel de camera in. Als het spannend wordt, of hij was moe, dan werd Bush altijd zo scheel als een otter. Maar hij doet niks. En pas na verloop van tijd gaan ze weg, gaan ze de Air Force One in. En dan heeft de Air Force One het eerste uur communicatieproblemen. Dus de president heeft een uur en een kwartier, 1,5 uur, niks gedaan. Spannend. Wie is de 2e line in command? Cheney, Dick Cheney, vicepresident.
die zat in het Witte Huis. En daar is die rare verklaring over. Ze gaan allemaal naar die bunker onderin. En daar is staatssecretaris Minetta van Vervoer. Die heeft meteen na de tweede vliegtuig heeft hij gezegd... alles wat vliegt in Amerika moet naar de grond, waar je ook bent. Dan weten we wat daar niet aan beantwoord en door blijft vliegen... heeft kwade bedoelingen. Die Minetta doet een hele rare getuigenis over het gedrag van Dick Cheney in die bunker. En dat is echt opmerkelijk. En je ziet nu de verklaring van Minetta. Het gaat over een marineofficier die in de eerste uur heen en weer rent tussen zijn radarscherm en Dick Cheney. En die zegt, oh, there's a plane heading for Washington. The plane is 50 miles out. The plane is 30 miles out. We zien Minetta nu de verklaring doen. Die doet hij in verschillende talkshows. Doet hij ook tegenover de 9/11-commissie. Alleen zijn getuigenis, die je nu gaat zien, is niet opgenomen in het 9/11-commissierapport. Someone came in and said to the vice president, there's a plane out about 50 miles out. That's the one nearest us. Got closer and closer. 6 minutes out, 5 minutes out. The same person said to the vice president, Mr. Vice President, there's a plane 30 miles out. And then at one point, we got under a minute and I said it's about 30 seconds out. The Washington controllers came up on the speakerphone. They started counting down 10 miles from the White House. The young man said, Mr. Vice President, the plane's 10 miles out. Do the orders still stand? And the vice president sort of whipped his head around and said, of course they do. 9 miles from the White House, 8 miles from the White House, all the way down to 1 mile from the White House. But no missile was fired. Undisturbed, the plane circled the White House and went on to strike the Pentagon, causing the death of at least 125 people between military and civilians on the ground. Dat is die afdeling boekhouding die geraakt is. En al die bonnetjes. Goed, die marineofficier die vraagt dus aan Cheney, in de getuigenis van Minetta, do the orders still stand? En Cheney zegt, of course they do. Dus Cheney heeft eerder orders gegeven en die luiden, niet schieten. Laat maar komen. Maar dat is raar, want de Twin Towers staan al in de fik. Er zijn gekaapte vliegtuigen naar doelen onderweg. En dan mag dat vliegtuig van Cheney komen naar Washington? Raar. Cheney op zijn beurt zegt, ik vergeef het meneer Minetta, maar het was die was in shock. Die vergist zich. Ik was daar helemaal niet. Ik was daar pas veel later. Ik zat de eerste uur en een kwartier op mijn werkkamer in het Witte Huis. En daar heb ik een uur en een kwartier zitten nadenken. Wat is wijsheid? Daar komt hij pas met bewijzen voor in 2015. Raar. Dat zijn foto's die gemaakt zijn door Witte Huisfotografen die iedere minuut fotograferen. En in 2015 komt hij met deze foto. Hij zegt, kijk, ik zit in mijn werkkamer. Op de tv staan de Twin Towers in de fik, allebei. En ik zit na te denken. Maar de lichaamshouding is niet helemaal America's under attack. Ik ben in charge, want de president is er niet. Hij ligt zelfs met zijn been op zijn bureau. Ja, hij komt. Oké, onthou even, er roept iemand Photoshop. Er is een tweede foto. Een paar minuten later. Scooter Libby, zijn assistent, komt binnen. En daar staat de fotograaf is in de andere hoek van de kamer gaan staan. Je ziet daar de Twin Towers in de fik staan. Maar deze lichaamstaal klopt weer helemaal niet. Dit is niet America's under attack. Dit is meer van, wat wil jij nou straks bij de lunch op je brood? Nou, doe maar kaas. Hè? Gisteren heb je je kaas niet opgegeten. Nee, doe maar worst. Dit is toch raar? Ik had dus een paar weken geleden een beroepsfotograaf. Misschien heb ik er wel weer een in de zaal. En die zei, ja, maar dit kan ook helemaal niet. Die zei, als het tegenlicht, dit is zo fel door die vitrage, dan krijg je nooit je tv-scherm zo op de foto. Dit is Photoshop. En waarom kom je pas in 2015 met deze foto's naar buiten? Dat verhaal van Minetta moet ontkracht worden. Afijn, wie heeft er gelijk? Weten we niet. Dick Cheney heeft in ieder geval niks gedaan. Wie is de derde line in command? Rumsfeld. Rumsfeld was op het Pentagon. En die heeft ook een apart verhaal. Rumsfeld die zegt, ja, dat begint zich allemaal te ontrollen. Ik hoor dat uit New York. En toen ook nog die klap in het Pentagon. Ik was op mijn werkkamer en ik had een hele diepe realisatie. Hij zegt, Donald, dacht ik bij mezelf, zegt hij later. Donald, nu ben je niet in eerste plaats minister van Defensie.
Nu ben je in de eerste plaats mens. Ga helpen. Hij is naar buiten gegaan en hij heeft 1,5 uur de hulpverlening in de weg gelopen. Hier zie je hem. Op het grasveld voor het Pentagon. Er zijn genoeg mensen om brancards te dragen. Die weten allemaal hoe dat moet. Maar Rumsfeld, hier zie je hem, die wringt zich ertussen, want die wil meehelpen. Die heeft zich dus 1,5 uur verborgen in de menigte, in de chaos. Iedereen was naar hem op zoek, van minister van Defensie, wat moeten we doen? We zijn under attack, geef orders. Hij was pas na 1,5 uur, dacht hij, nou, ik ga maar weer eens terug naar mijn bureau. Oké, dat zijn de 3 politieke topfiguren. Dan gaan we naar de Rijksluchtvaartdienst, de FAA. Dat is natuurlijk een heel belangrijke dienst, want alles was met vliegtuigen. Dit is meneer Sliney. Meneer Sliney die had ooit wel bij de FAA gewerkt, maar in 2001 is hij al 6 jaar strafrechtadvocaat. En die krijgt ergens in de lente van 2001 krijgt hij een brief van het Witte Huis op zijn bureau. Allemaal stempels en lint eraan, een eervolle benoeming. Meneer Sliney, het Witte Huis heeft het behaagd u te benoemen tot hoofd van de FAA. Hij denkt, huh? Ik weet er helemaal niks meer van. Ik ben er al heel lang weg. Maar ja, het betaalt goed, ik hoef waarschijnlijk weinig te doen. Dus het is een mooie job. Oh ja, staat er onderin. Uw eerste werkdag is 9-11. We verwachten u om 8:30. Dus meneer Sliney op 9-11, die zet de foto van zijn vrouw naast zijn beeldscherm. De foto van zijn kinderen aan de andere kant naast zijn beeldscherm. Legt zijn pakje brood in de bovenste bureaula. Doet zijn beeldscherm aan. En heeft vervolgens de hele ochtend alleen maar zitten denken. Holy shit. Was zijn eerste werkdag. Hij wist niet wat hij moest doen. Dan gaan we naar de militairen. Dat is ook een verhaal apart. Kijk, moet je kijken. Generaal Shelton, chef van de generale staf. Wat een houtdegen. Wat een plakplaatjes. Nou ja, of heeft heel veel avondvierdaagsers gelopen, kan je ook zeggen. En die heeft een goed verhaal, een goede reden. Want die hing 's morgens al boven de oceaan in een militaire Boeing. Die had een afspraak bij de NAVO in Brussel. En die zegt wel later, ja, we hoorden natuurlijk over de boordradio, de ramp, America's under attack. Dus hij zegt, ik heb mijn piloten opdracht gegeven, u bocht terug. Maar hij zegt, we waren al ver boven de oceaan, dus we waren pas 's middags om 4:30 waren we terug. Zijn staf zegt, nee, meneer Shelton vergist zich, we waren er al om 12:30. Wie er gelijk heeft, wat hij in de tussentijd heeft gedaan, geen idee. Maar goed. Hij had wel een goede plaatsvervanger, zo werkt dat, bij de militairen. En dat is deze, generaal Richard Myers. Ook 4-sterren generaal, iets minder dol op wandelen. Maar dat is een apart figuur. Die heeft een aantal keren in de weken na 9-11 aantoonbaar onder ede gelogen bij hoorzittingen in de Senaat. Dat is mijn heet, daar is hij nooit voor vervolgd, Richard Myers. En die had ook een goede reden. Hij was op het Capitool en hij zegt, op 9-11 's morgens had ik een afspraak om 9:15 met een senator, Max Cleland. En we zouden de lopende dingen doornemen, politiek, maar ook wederzijdse families, gewoon leuk koffie drinken. 9:15, ik hoor van mijn secretaresse, meneer Cleland is er, dus ik doe de deur open. Ik krijg van mijn secretaresse een blad met koffie en koffiekopjes. En dan horen we door de openstaande deur dat er een ongeluk is op Manhattan. Er is een vliegtuig in de Noordtoren geslagen. Nou, denkt Richard Myers, dat zal een domme sportvlieger zijn. Daar zijn andere diensten voor, daar is het leger niet bij nodig. Dus hij laat Cleland binnen en doet de deur dicht. En hij zegt, we hebben 1:15 uiterst genoegelijk koffie zitten drinken. En de gezinnen doorgenomen. En 10:00, ik laat meneer Cleland uit en ik doe de deur open. En er is me toch iets aan de hand in Amerika. Dus hij zegt, ik heb er niets van meegekregen. Hij wil ons laten geloven dat niemand zijn kantoor is binnengestormd met We are under attack. Dat is Richard Myers. De laatste, nummer 7, is de belangrijkste. Dit is generaal Eberhard. Generaal Eberhard is de belangrijkste bevelhebber op dat moment, die dag. Want het is de bevelhebber van de NORAD. En de NORAD is de North American Air Defense. Waarvan het Amerikaanse volk al meteen zei, waar waren jullie? En generaal Eberhard... Die zei, ik had met Dick Cheney, zegt hij later, had ik een plan bedacht. Laten we op 9-11 met de hele NORAD gaan oefenen. En normaal oefenen ze altijd, maar basis voor basis, los van elkaar, zodat er altijd nog een paar paraat kunnen zijn. Nee, ze hadden nu bedacht, we gaan eens met de hele NORAD oefenen. 12 verschillende luchtmachtoefeningen,
waarvan er een aantal gingen over gekaapte vliegtuigen. En dat willen we zo levensecht mogelijk gaan doen. Dus vandaar dat die de NORAD er niet was volgens generaal Eberhard. Generaal Eberhard, waarom hij er het eerste uur niet was, hij was op een basis waar niet zijn emergency bunker was. Het was 5 minuten met de helikopter. Maar hij zei, ik was op die andere basis en die helikopter stond er, maar ik hoorde dat er ellende was met vliegtuigen. Dus hij denkt, ja, ik ga niet in die helikopter, ik neem de auto. Dus hij is in de auto gaan zitten, vergat zijn autotelefoon en heeft toen een stukje waar je normaal een half uur over doet, heeft hij een uur en een kwartier over gedaan om bij zijn hoofdbasis te komen. Dus hij was ook eerste uur en een kwartier onbereikbaar. Alle 7. Dat is toch allemaal wel raar, vind ik. Oké, nou gaan we even over de vreemde sterfgevallen van mevrouw. Er zijn heel veel mensen die hun mond hebben opengedaan in de nasleep van 9/11, in de jaren daarna. Een aantal mensen voeren actie. Maar ja, die worden natuurlijk doodgezwegen door de mainstream media. En een aantal mensen zijn allemaal rare ongelukken overkomen. Ik ga er 2 even laten zien. Eentje aan de kant van de nabestaanden van de slachtoffers. Dit is Beverly Eckert, de vrouw in de rode trui. Beverly Eckert is een zeer moedige weduwe. Haar man is omgekomen boven in een Noordtoren. En al die familieleden trouwens, van de mensen die er zijn omgekomen, die hebben smartengeldaanbiedingen gehad van de overheid. Tussen de 250.000 en 1,8 miljoen dollar. Als je dat accepteerde, moest je non-disclosures ondertekenen. Als je het accepteert, geen vragen meer stellen, niet met de pers praten. Aantal weduwen hebben dat geweigerd en die zijn actie gaan voeren. Wij willen de waarheid weten. Wij willen een echt onderzoek. En dit is 2009 en hier dringt ze door tot Obama. En die schijnt hier het protocol te hebben opengebroken. De bijeenkomst ging over iets heel anders. Hij heeft een half uur met haar gepraat en hij schijnt gezegd te hebben, ja, dit is ook te belangrijk. We moeten extra onderzoek gaan doen. Ik ga jou steunen in je zoektocht naar de waarheid. Maar een week na deze handdruk komt zij om bij een ongeluk met een klein privévliegtuig boven Amerika. Het kan toeval zijn. Maar dit is een van de vele vreemde ongelukken. Het andere vreemde sterfgeval zit aan de kant van de regering. En dat is meneer John O'Neill. En de heer John O'Neill, dat is een raspatriot. Dat is een Amerikaan, waanzinnig. Werkt zijn hele leven voor de overheid, bij het leger, bij de CIA, bij de FBI. Dat is echt zo'n Amerikaan, die staat 's morgens op en hij is die naast zijn bed de Amerikaanse vlag. Dan staat hij in een rood-witte onderbroek en dan gaat hij salueren naar de vlag. Zo'n man is het. Iedere ochtend. Zijn bijnaam is Mr. Osama Bin Laden. Moet je even goed realiseren, Osama Bin Laden, die werkte voor de CIA. In de 80er jaren kreeg hij vliegtuigen met wapens en miljoenen dollars om in Afghanistan de Mujahideen op te gaan richten om het de Russen moeilijk te maken. En dat heeft hij hartstikke goed gedaan, want de Russen hebben met de staart tussen de benen Afghanistan verlaten. Daarna kreeg Osama Bin Laden, die radicaliseerde en je had daar die Mujahideen met al die wapens. Dat werd een beetje eng. Wat gingen ze doen? Was dat niet een tovenaarsleerling gekweekt? Dus er werd een hele afdeling opgetuigd onder leiding van John O'Neill, die met z'n allen Osama Bin Laden 24/7 in de gaten moesten houden. Waar zit hij? Met wie praat hij? Wat voor telefoon gebruikt hij? Hoeveel geld heeft hij op de bank? Wat eet hij? Alles, alles, alles. Ze wisten alles van hem. Hij krijgt in juli 2001, moet hij bij zijn superieuren komen en die zeggen, meneer O'Neill, u bent een raspatriot, de regering gaat u belonen, u krijgt een erebaan, u krijgt een fantastisch salaris, u hoeft weinig te doen, u krijgt een prachtig kantoor met het mooiste uitzicht van heel Amerika. Het Witte Huis benoemt u tot hoofdbeveiliging van de Twin Towers en uw eerste werkdag is 9/11. We verwachten u om 8:30. John O'Neill, Mr. Osama Bin Laden, komt om boven in de Noordtoren. Op zijn eerste werkdag. Hij wist misschien te veel over Osama Bin Laden. Dat hij er weinig mee te maken had. Tegelijkertijd een waarschuwing aan alle 80 man onder hem in zijn afdeling. Want het was een grote afdeling. Van hou je mond hierover, want anders gebeurt jou dit. Het kan toeval zijn, maar het is allemaal te raar.
Goed. Zijn er vragen? We zijn bijna aan het eind van dit gedeelte. Mevrouw, jawel hoor. Building 7, dat is... Kijk, in 2006 had de hele waarheidsbeweging rond 9-11 een enorme boost. Heel Times Square stond vol met duizenden Amerikanen met een t-shirt. 9-11 was een inside job. Of Building 7, remember Building 7. Het is nog steeds in de alternatieve media een enorm groot onderwerp. Alleen niet in de officiële media. En dat is het grote punt. Die officiële media, die zijn in handen van grote bedrijven. En die, ja, dat zit natuurlijk aan, dat zit aan de macht vast. En aan de macht achter de macht. Dus, mevrouw vraagt, wie is de macht achter de macht? Dat weet ik niet. Dat zijn wisselende coalities. Ik denk in het algemeen, we moeten niet meer denken in links-rechts of in moslim-christen. Wij moeten de strijd gaan voeren. Wij, de 99,9% tegen de 0,1%. Ik denk dat dat aan de hand is. Er is een ultrarijke elite die hier, ja, die wapenindustrie. Kijk, dit is allemaal natuurlijk gedaan. Er moest een nieuwe vijand gekweekt worden. En dat moest de moslim worden, want die woonde op een gebied waar onze energie vandaan komt. En er moest een nieuwe vijand komen, want na het instorten van Rusland hadden we geen vijand meer. Dus we gingen bezuinigen op het leger. Dus de wapenindustrie, net 3 dagen geleden, volgens mij een onderzoeksbureau van de Verenigde Naties, die kwam met de stijging in wapenverkopen. En dat de grootste stijging in omzet van wapens zijn 5 Amerikaanse wapenfabrikanten. Sorry? Ja, precies. Dankjewel, Cipri. Dat is de instantie die de cijfers naar buiten bracht. Dus, dat het allemaal klaar lag en dat er alleen maar een New Pearl Harbor nodig was om de hele westerse bevolking achter die oorlogen te krijgen, die ze van plan waren, dat bewijst het volgende fragment. Daarmee wil ik afsluiten. Dat is generaal Wesley Clark. Dat is de oud-NAVO-opperbevelhebber, hoge generaal, ten tijde van de Kosovo-oorlog. En die komt een aantal keren met het volgende verhaal. Dat doet hij in een aantal verschillende talkshows. Je kan het in verschillende versies vinden. En daaruit blijkt dat alles al klaar lag. Wat ze van plan waren. About 10 days after 9-11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who had used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Dus dat lag allemaal al klaar. Het is overal in puin gegooid. Er moet er nog 1 gebeuren. Iran. Het duurt al wat langer dan de 5 jaar die ze van plan waren. En wij als westerse democratieën moeten daar iets tegen doen. Want we hebben in Afghanistan meegedaan. Irak hebben we politieke steun verleend. En in Syrië zijn we mee gaan bombarderen. Meneer, een vraag achterin. Ja, maar wat een sterker fenomeen is, wat psychologisch... Dus ik hoop dat jullie het een beetje hebben meegekregen. Dat meneer journalist is en gemerkt heeft dat de kranten altijd hetzelfde verhaal meteen, dat er geen tegenspraak wordt geduld. Wat een ander verschijnsel is, wat nog veel sterker is, wat ik iedere keer meemaak, want ik ken vrij veel journalisten, is zelfcensuur.
Mensen leggen het zichzelf op. Er is niemand die van bovenaf zegt, je mag dat niet. Mensen doen het bij zichzelf. Omdat ze bang zijn om alleen te komen te staan in hun beroepsgroep. En om sociaal paria te worden. Daarom durft niemand het aan. En dat is nog veel sterker dan een van boven opgelegde censuur. De censuur die van bij jouzelf van binnen uitkomt. Ja, nee, de media zijn ongelooflijk onderdrukkend. Wij denken dat het vrije pers is. Dat is het niet. Dus daarom moeten we dit doen met z'n allen. We moeten zelf op onderzoek uit. En dat kan dankzij internet. Maar dat moeten we dan wel gaan doen. En we moeten het gaan verspreiden. Ik moet bijna afronden. Ik heb een stichting opgericht. Want we hebben zo direct nog een klein programma-onderdeel. De stichting heet 11 september. De website 11september.eu. En samen met Stichting De Andere Krant hebben wij een andere krant uitgebracht over 9/11. Het heet De Andere Krant, want hier staat in wat niet in de krant staat. Zoals we net van meneer de journalist hebben gehoord. Deze mag je meenemen. Neem er een paar mee. Ze zijn gratis. Verspreid ze in je omgeving. Leg er morgen één achterloos bij je baas op zijn bureau heen. Kijk eens waar ik geweest ben. Of daar weer een bij de buren in de bus, als je een hekel aan ze hebt. Neem deze mee, want we moeten deze zoektocht gaan doorzetten. En daar heb ik jullie bij nodig. We hebben nu een nieuw onderdeel. Wacht, nog één vraag dan. Dat het bewustzijn verspreid wordt. Dat er heel veel dingen die wij voor ons kiezen krijgen in de officiële media niet kloppen. Dit specifieke geval, omdat er oorlog doorgevoerd wordt, waar wij aan geacht worden mee te gaan doen. Of mee, waar we al aan meedoen. Dat moet stoppen. Ik heb volwassen kinderen en ik wil de wereld iets veiliger achterlaten. Ik heb nu een ander officieel moment. Daar kan je getuige van zijn. Ik heb namelijk deze avond de mogelijkheid gegeven dat er nu een open podium is. Ik ga een microfoon neerzetten. Ik geef namelijk nu de verdedigers van de officiële lezing een microfoon. En een mooi lichtje. En dan mogen nu, want iedereen zegt dat ik knettergek ben en een conspiracy denker en dat het heel anders zit. Dan geef ik nu die mensen de gelegenheid om de officiële lezing te gaan verdedigen. Daar krijgen ze een uur voor. Ik heb duizenden euro's besteed aan advertenties, ook in de Volkskrant, ook in het Parool. Nu is de gelegenheid om mij voor gek te verklaren. Waar zijn ze? Sorry? Ja, er is nog wel iemand van de NRC hier. Jeroen Pauw. Nou kijk, ik heb de mogelijkheid geboden, iedereen mocht zich aanmelden bij mij, bij een e-mailadres. Je krijgt spreektijd, je krijgt een publiek, je krijgt een videoregistratie. Vertel mij waar ik gek ben. Ja, ja, ja. Nee, ik ben natuurlijk sociaal tot paria verklaard. Ik ben conspiracy, ik heb een stempel op mijn voorhoofd. En ja, zo werkt dat. Maar ik ben niet bang of zo, of niet, ik word niet tegengewerkt. En Pauw, bij Pauw werd ik voor gek verklaard. En daar zie je hoe het werkt. Maar dan heb ik dit belegd, ik zeg, spreek mij dan tegen. Voor de Telegraaf heb ik een video opgenomen van 20 minuten. Die ging over conspiracy denken, over 9/11. En daar wilden ze mij en dan een weerwoord tegenover mij. Om dat tegen elkaar af te zetten. En die journalist zei, ja, ik heb Stad en Land afgebeld, maar ik krijg geen tegenstander van je. Iedereen zegt dat je knettergek bent, maar niemand wil verklaren waarom. Daar hebben ze uiteindelijk maar iemand achter het bureau vandaan geplukt bij de Telegraaf. Om mij van weerwoord te bedienen, maar dat was natuurlijk werd een heel zwak ding. Maar nou geef ik de gelegenheid. En nou zijn ze er niet. Nou goed, we gaan geen uur wachten. Mevrouw. Ja, mevrouw zegt, al dit samenzweringsdenken, de strijd tussen de 99 en de 1%, is er dan een doel waar die op uit zijn? Nou, dat is bijna een extra avond die ik daarover moet gaan beleggen. Er zijn allerlei theorieën over. Ik denk dat het gelegenheidscoalities zijn. En het zit in de geldstelsel, het zit in de wapenhandel. Het zit gedachtegoed in macht. De 1% zijn misschien psychiatrisch, het zijn de 0,01%. Het zijn weinig mensen,
Die zie je bijna niet. Maar die hebben een plan. Sommige mensen zeggen, ja, ze zijn uit op een New World Order. Ze willen ons allemaal in één regering brengen en allemaal onder controle. Durf je namen te noemen? Nee, er circuleren heel veel namen. Van de, ja, de Rothschilds en de, nou, noem ze allemaal maar op. En de Rockefellers en de Sorossen. Ik ga daar niet in mee, want ik denk dat het gelegenheidscoalities zijn. En die wisselen. Ze zijn allemaal wel in de top, maar die wisselen. Per plan is het een andere coalitie. Goed, nog een laatste, want mijn stem gaat er bijna aan. Ja, maar de video, ik had van Complot 1, die had ik op YouTube gezet. En die is op een gegeven moment ook afgehaald. En ze zeiden, ja, je hebt muziekrechten overtreden. Ja, nu staat hij er weer, want we hebben het aangepast. Maar goed. Jongens, ik moet, mijn stem gaat er bijna aan. We nemen de kranten mee. Nog een laatste dan. Het zijn eigenlijk meer tips. Een boek van Middelkoop. Ja. Patronen van bedrog. Ja. Ja, je kan zo meteen ook op de... Het staat hier vast tussen. Een andere hele goeie is deze. Hier ben ik ooit mee begonnen. Dit is Judy Wood. Where did the towers go? En zij is de eerste die al die vragen heeft gesteld, natuurkundig, van wat wij te horen hebben gekregen. Dat kan helemaal niet. Dit is heel goed gedocumenteerd. Dit is waanzinnig. Dus Patronen van bedrog van Willem Middelkoop is heel goed. Wat zeg je? Een nepnieuwsexplosie, ja. Oké. Je kan op toneel de boeken komen bekijken. Ik heb er nog veel meer. Volg mij op Twitter of op YouTube. Verspreid dit. Neem de kranten mee. Mijn stem is bijna kapot. Ik zou zeggen, jongens, dankjewel voor je aandacht.